Guyun. Guyun Allier. In het MFC in Burdaard. Fijn dat je hier binnen. Met zijn volle meesken. Guyun Sugars van RTV NOF. We bent te volgen via kanaal 20 bij Kabel Noord. Op de livestreams van rtvnof.nl. Op de app, Facebook, YouTube. Maar ik in de CL dus. Van harte welkom, Thuis. En van harte welkom hier in de CL in Burdaard. We hebben het lijsttrekkersdebat. Het tweede officiële lijsttrekkersdebat van de verkiezings van Nijwiek en Waasdje. 21 november, de gemeenteraadsverkiezings. 29 zitten met te verdelen in de nieuwe gemeente. In de nieuwe gemeente Noord-Friesland. Njochen lijsttrekkers te gast. De Njochen lijsttrekkers in dit lijsttrekkersdebat. Fijn dat je maar al binnen. Mijn naam is Wim Brons. En ik zal de discussie leiden en de, vooral ik de lijsttrekkers introduceren. Daar wil ik vat maar bij beginnen. Want hier is Leeuwen Sietsma van het CDA. Start me up van de Rolling Stones. Een korte introductie. Ja, mijn naam is Leeuwen Sietsma. Ik ben in Eelsum en ik ben lijsttrekker van het CDA. En in gewone leven ben ik directeur van basisscholen. En als ik als ik ben van de basisscholen Orgier, de groep 8, dan denk ik, wat zullen van hun komen? Wat wussen eigenlijk? Eerder wel takkomst van hun hier in Noord-Oost-Friesland. En dan krijg je vanmiddag een geweldig bericht. 28 miljoen keer deze kant uit. 3 miljoen naar de biodiversiteit. 5 miljoen verhoofd aan zee. En 20 miljoen voor de versterking van de economie in deze regio. Goed, nice. En dit had deze regio echt nodig. En ik merk nu echt op dit moment hoe kwaad de lijntjes zijn naar Den Haag. Ik weet wat de werk de mensen in Den Haag dingen hebben om de deel deze regio te krijgen. De mensen van het CDA, maar ook denk ik van andere partijen. Dus dat is een mooie bewustwording. En we moeten er iets goede dingen mee doen. Leeuwen Sietsma van het CDA. Neem plak. Even zien, weet je, boetje hier niet midden. Werm net, als partij, hè, toch? Een beetje. Was het wel. Dan als tweede is hier Klaas de Jager van de ChristenUnie. Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Wat? Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. Jij bent Klaas de Jager, goeie. Net de wolk op. Ik voor jou een minuut, introductie. Ja, ik ben Klaas de Jager, 58 jaar. Ik ben Ben in Broeksterwaard. Een minuutje, hè, valt daar. Wij in Kolm. Ik ga stage om bij familie Meijners, maar je hebt de Grijft. Hele mooie titel, dat wil ik al even nemen. Werm ChristenUnie, wie door geen beloftes. Mij tellen is mij dwaan, dus iedereen is koud eronder. En treden, ja, die ben ik even kwijt, sorry. ik weet het al, we willen een gebied achterlitten voor de generaties die naar huis komen. Dat je ze kennen, wie ben er wies op wat ze toen in 2018 DNA voor huis. Dankjewel. Klaas de Jager van de ChristenUnie, neem plak. Even zo. Ik denk Rux. Ja, voor de Sjuggers Rux in elk geval. Dan is hier Johan Talsma van de nieuwe partij ELP-NEF. Enter Sandman. En de elevator pitch, zo nemen we dit maar even, is voor... Ja, het is net vaak dat ik het zie niet op zie, maar dat is in dit geval wel zo. Nee, het wordt voor een minuut. Mijn naam is Johan Talsma, ik ben 31 jaar oud. Ik ben trouwd, ik ga voor jou op bijen. Ik ben in dagelijks leven ondernemer. En ja, na je partij, dus eerste lokale partij Noord-Friesland, Westje wij voor. Wij willen graag samen met de meisjes, wij willen het beter doen. En een paar punten voor u is, we willen graag de sluitingstijd van de horeca weer vrij aan. We willen de snijsiepening vrij aan. Het squallerswem weer waarom. De keuze voor aardgas, dat moet voor u nog, wat u betreft als partij, nog steeds een keuze blijven. Zolang dat het er is, geen gedwongen afsluiting van het gas. Juist. Ik kan even op adem komen. Ja, juist. 60 seconden. Ik moet een jeugd een drogfeest hangen, dus ik moet er één bekomen. Maar in ieder geval, wij willen gewoon meisje al samen en better doen. Dus daarom stier we je. Helemaal helder, dank. Mooi is de best. Johan Talsma van ELP-NF. Nu plak, ja, daar is hij.
Dan is Loeker Noemerfjouwer. Bert Koonstra is alwezig vanwege familieomstandigheden. Dan is hier Verde Breeuwsma, de nummer 12 van de FNP. Welkom Verde Breeuwsma. Dank u wel. Ja, bla bla bla, is dat, het dat een boodschap aan de politiek? Nou, het wie het doel dat Bertje kon bezoeken, dus die had je meer verstaan van dan ik. Er lijkt wat Noorse smaak onder, begrijp ik, maar dat ken al je binnen de FNP. Binnen de FNP kerst bijna alle smaken hebben, ja. Ik voor jou in Gay Friesk, de elevator pitch van een minuut. Ja, nou, ik ben Verde Breeuwsma, nummer 12 van de list van Wat Eerst Friesland. Ik ben heid, ik ben trouwd. De Wolly in horen volgorde. En Paken Scissors. Dus een trots man. Danny Jonken stiel ik dus op een lijst van de FNP. En ja, FNP steert voor taal, steert voor cultuur. En wij vinden het heel wichtig dat de politiek zo dicht mogelijk bij de bevolking komt. En daar heb ik een aantal zaken voor deel zetten. Onder andere we willen beslist een dorpen en een wiekenfoons. Zodat mensen op lokaal niveau dingen organiseren kunnen. En Danny Jonker wil ook zien dat we de zon, zwarg en de weekteams dichter bij de mensen kunnen komen. De belangrijkste punten voor jou vanuit de FNP? Ja, we hebben hele grote punten, maar dit ben wel een tal van de wichtigste. Verde Breeuwsma van de FNP. Listloeker nummer 5 in dit verbond dan. Gemeentebelangen, hier is Pieter Braaksma. Somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Nou, van harte welkom. Braaksma. Ja, Melanie and Beautiful People, dat ja. Is dat slaat. Herinnering nog. Oh ja, ja, vertel. Nou, ik ben hier 14 en 15 ben ik te leven naar Amsterdam te gaan. En ben ik nog. Werd het spannend? Nee, dat weet ik niet. Toen ben ik dan een concert van Melanie West. En ik zit achter haar in het concertgebouw, op die trappen. En hoe zou je van kom maar om eens heen zetten, dan koek ik haar onderuit. Nou, dan ben je een jongen van 14, 15 jaar. Dat is natuurlijk groot. En ik vind haar muziek trouwens zeer bijzonder. Ze had een echt mooi lood. Ja, juist. Oké. Okay. Voor jou ook de elevator pitch van nou, nog een laatste minuut. Oké. Okay, nou, Mogleer. Prima. Pieter Braaksma, ik ben Pieter Braaksma. Ik kom van Eestrum, van oorsprong ternaad. Ik ga altijd een blomballenbedrijf gewoon. Ik nog wat je docent best door squallen. Altijd al in het verenigingsleven heel bord west. En sinds 13 jaar in de politiek. Wij zijn een fusiepartij van gemeentebelangen Verwedderdeel en Algemeen Belang Dongerdeel. En wij zijn dus een lokale partij. Dus dat, wij zijn net boen aan landelijke beslissingen. En dat is denk ik een groot voordeel dat we zo opereren kunnen. Wij stof van productbedrijvigheid. En wij gaan voor het dorp en wiekenfonds. Oké, ja, ik zeg het even te zien. En, nou ja, verantwoordelijk. En graag heel prettige ondag voor ons leerwerkbedrijf NEF. Pieter Braaksma, van de gemeente Belangen. Fijn is de best. We horen tempo erin, Jef van de Jong. Dat mij betreft, we zijn voortzien kleren, dat praten we al net. Dan ben we eruit, zullen we maar zissen. Ja. Dan is Jef van de PvdA, Griete Schaafstal. Mooi nummer, Bruce Springsteen. Sorry? Oh. Griete Schaafstal, fijn is de best. Dank u wel. Ik voor jou een minuut om die voor te stellen. Griete Schaafstal, 44 jaar, wen je in Kolmensberg. Ik zit deze pitch, sabbat hier een beetje oorsom. Liedje van Bruce Springsteen. Is spelen bij de inauguratie van Obama. Op wereldpolitiek, een groot keerpunt voor ons. Ek als Partij van de Arbeid hebben een tikje op een neus om, maar we zijn sterk socialistisch en reëerd. En we stijgen in de publieke opinie. Dat hoop ik binnen deze gemeente nog altijd vergeen. De zwakkeren
hoop ik op te komen in deze gemeente. Ten tweede, in memoriam van ons mem. Ik ben een hippieband. We waren altijd meesleept naar alle concerten van Bruce Springsteen. Rede gedachte, krachtige vrouw. En dat hoop ik u te stralen en in deze gemeente mij te kunnen brengen. Griete Schaafstal. Van de nieuwe partij Zin is hier de listloeker Jouke Douwe de Vries. En dan zitten we hier in het harde zwartsoes. Dat is toch hetzelfde, vlekken dieren nog wel. Boppen mijn pet in een grieze wolken. Riet dat ik hier ben, riet dat ik hier ben. Wij zitten hier in dezelfde zwartsoes. Maak het mij neer, voelt het waar je de een eigen liedje. Ja, nou, een beetje liend. Zoutelanden, oerbracht naar Dongeredeel, Dantumedeel. Oh, sorry, Dantumedeel even net, denk ik. Dongeredeel, Kolenmanoorn en Verwedderedeel. Mooi is de best. Ik zei de nije partij Zin. Ik waard in de reden vallen, want het is net heel dal nij. Maar voor die is ik de minuut om die helemaal voor te stellen. Ja, dank u wel. Mijn naam is Jouke Douwe de Vries. Ik ben listloeker van Zin. Zin staat voor Sociaal in Wat Eerst Friesland. En Sociaal in Wat Eerst Friesland is een brede sociale gewerkingspartij. Onder andere Dongeredeel Sociaal, daar komen we uit voort. En ik Green Links. En leden van de SP, D66 en Partij van de Arbeid. Zin staat voor verzinnings. En verzinnings, dan moet je denken om het dorpshuizen, sport, squallen. En we vinden begelijks dat de nijbouw van het Dokkinga in Verwet, ook maar de financiële krapte, dat die trok in maakt. Zin staat ook voor zorg. En zorg in het sociaal domein. Dus wij vinden dat er begelijks ook wat dingen worden maakt om het verbeteren van het WMO-verviertrog Jo Binder. Dat is maar wat ze denk ik. En Zin staat ook voor natuur en milieu. Ik vanuit het Green Links waai. En wij vinden begelijks dat er wat dingen worden gemaakt om het bioverskaat. Nou, om te verzorgen dat ik de romgong van insecten, bijen en ik de graaidevoels, dat het zin gingen wordt. Het laatste is dat wij echt zin gaswinning binnen, echt zin fracking hier in de regio. Dank u wel. Jouke Douwe de Vries. Dank. Fijn is de best. Nimplak. Nou, derde van het die tafel zult worden. Dan is hier, als achtste listloeker in dit debat, Jelle Boerema van de VVD. Van harte welkom, Jelle Boerema. Ja, dank u wel. Ja. Bekend vooral in de gemeente Kolenmanoorn tot nota. Ja, beslist. Ja. VVD-man. Jelle zal wel zien, ik koer het eigenlijk vooral van Wim Kan, maar het origineel is toch echt van Johnny Hoes? Ja, dat klopt. Het is, ging over, volgens mij was het Jelle Zijlstra van de AP. Ja. Mijn ouders vonden het een heel mooi liedje. Nou, ik heb nog een beetje jeugdherinneringen aan. Nou, dat vind ik een beetje mezelf terugslaan. Helder. Een minuut, ek voor jou. Ik ben Jelle Boerema, lijsttrekker van de VVD. Ik woon in Burum, dat is een van de meest noordoostelijke dorpjes van de nieuwe gemeente. Op dit moment ben ik wethouder in de gemeente Kolberland, tweede termijn. Ik combineer het met het zijn van beroepsmilitair bij de landmacht. Hele mooie combinatie. Ik zeg wel eens vaker van, moed en doorzettingsvermogen is niet voorbehouden aan een militaire organisatie. Als u ons verkiezingsprogramma doorneemt, dan zult u zien, het is een heel realistisch programma. En dat is eigenlijk ook wel bij de basis bij ons, geen gouden bergen beloven. Door het Friesland moet een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Waar mensen ook de ruimte krijgen en de vrijheid, de eigen verantwoordelijkheid om zelf zaken te organiseren. En dat moeten we zien met minder regels en eenvoudige procedures. Wat ik ook van belang vind, straks een nieuwe gemeente, we hebben straks één stad en 52 kernen, 52 dorpen, een goed kernenbeleid en een goed voorzieningenbeleid. En laten we dat beleid nou niet van boven afleggen door de gemeente, maar laten we dat samen met de inwoners doen. Want dan krijg je het beste dorpen en voorzieningenbeleid en dan krijg je ook draagvlak. En daar worden we een hele mooie gemeente. We denken dat samen is het toverwoord. Want dan hebben we een prachtige toekomst per 1 januari in een nieuwe gemeente, Noord-Eerst Friesland. Jelle Boerema van de VVD. En dan nog hier een listloeker, want er binnen een Jochen in dit listloekersdebat. Jochen, ja, sorry. Ik zal even een plakmeidje, even rond de meidje. We hebben net de keuze net maken om op het enorme podium te staan, maar vooral dicht bij de mensen. Wij dachten als organisatie van dit debat dat wij de politiek maar nijvolgje boosten op dat punt. Want dat is een van de kreten vanzelfs, dichterbij de mensen. Dan is eerst als laatste en jochende listloeker Alex Hazelaar van de Waddenpartij.
Voordat we... Krijgen we nog een luchtgitaar solo? Nee. Nee? Oké. Okay. Oh, dat is ontwikkeld. Wat is het nog maar weer? Ik herken het wel, maar ik weet mijn titel niet meer kwijt. Alice Cooper, I Wanna Be Elected. Humor bij de Waddenpartij en een minuut. Ik ben Alex Hazelaar van de Waddenpartij en voor ons staat de Waddenpartij voor veel meer dan de Waddenzee alleen. Het geldt voor het hele Waddengebied, maar tegelijkertijd staan we ook heel erg voor veel minder. Want als je de Waddenzee als uitgangspunt hanteert en je kijkt wat de bedreigingen zijn van de Waddenzee, dan krijg je ook allerlei bedreigingen die je zelfs op wereldniveau moet zien te stoppen. Dan heb ik het natuurlijk over CO2, want door de CO2-uitstoot warmt de aarde op, stijgt de zeespiegel. Ik heb het over gasboring, zakt de bodem, krijgen we geen Waddenzee van. Maar dat is natuurlijk veel meer dan alleen maar die Waddenzee. Tegelijkertijd minder. Als we allemaal minder doen van wat we nu vanzelfsprekend vinden, minder verpakking, minder uitstoot, minder warmteverlies, dan gaat het ook beter met de Waddenzee. Dus we zijn voor meer Waddenzee door minder te doen. Keurig. Alex Hazelaar van de Waddenpartij. Jammer nog een applaus. Dan beginnen we dadelijk bij het debat, maar ik wil eerst nog even wijzen op de toekomststoel van Anna Anjema van Ternaat. Die heeft misschien schoen in de hal hier, hiervoor. Het publiek hier, de Sjuggestuus zal het net schoen hebben, maar hier in de hal wel. Die steert voor de toekomst. Daar zit de toekomst eigenlijk op. En de oproep van Anna Anjema is, die stoel is maken van drilhout uit de Waadzee, maar dat kan ik even bijmelden. En het maakt u politici inspireren je om net alleen nog voor no, voor u zelfzuchtige keuzes te maken. Maar ook voor de toekomstige generaties steert die stoel. Hij steert voor de toekomst en voor mensen die no, geen of nog geen stem hebben. Dus dat is als inspiratie voor de listloekers Tajekke om deze discussie van Anna Anjema in Ternaat. Hij steert voor in de foyer van het MFC inderdaad. Je kent inderdaad nog naar Sjen en naar Ta. Dan krijg ik dus een column. Aron de Man die discussiëren weer in traaie ronden, maar hield die traaie listloekers. Uiterlijk zie je hoe we bekleerd, dat heb ik beloofd. Vragen van jou trouwens binnen van harte welkom. Ja, tussendroog, ik, altijd tajekkend onderin de discussie. En oors, dan passen we ze in de vragenronde aan het einde van de joen. Nadat de discussies west hebben, naar de traaie thema discussies. Jeno Terpstra en Frank de Wild staan hier in de zaal met de microfoon, die kun je vinden. Als je een vraag hebt, is het mooi dat je even opstien en even krijg het woord en kun je je vraag stellen. We hebben dus drie stellingen, drie thema's. Thema 1 is energie, klimaat, ecologie. Het leidt er zelfs Bob op dat hij komt wat. En daar heb ik de volgende stelling onkoppelen. Let ik eerst de drie listloekers daarvoor uitnodigen, die ik daarvoor in de holle hier. En het ligt mij het handelstal weer voor het podium even plak nemen, want anders dan wordt het wel heel krap, denk ik. Dat is Klaas de Jager van de ChristenUnie. Verder Breusma van de FNP, boek erbij hebben graag. En Johan Talsma van ELPNF. Ik heb het zo volg je met de camera. Ja, helemaal goed. Hè? En u te zaal, ik wil net. Ik zal proberen hem zo weinig mogelijk voor de heren te steen. Dat zal bij Johan Talsma net mij vallen. Sowieso net mij vallen om me voor te steen. Qua lengte bedoel ik, hè? Ik ben verbleerd met dat, hè? Houd een keer de microfoon opgeven. Heel goed. De stelling die je hebt bij het thema energie, klimaat en ecologie. De dwarpswimmoenen moet we kennen. Goed voor Grien en Mienskip. En die grenzenmoensjes, die binnen toch echt best mooi. Maken van Larix, 15, maximaal 21 meter, maar de werking erbij telt. Die misteen heel nog net op een boeren hier. Waar wil er eens eerst op reageren? Dan begin ik bij, dat is heel grauw, heel strak. Ik ben heel snel, ja. Jelle. Nou, wij kennen er wel kwart over zeiden. Wij als ELPNF, die willen gewoon absoluut geen windmoens. Net op land. Alleen nog op zee. Dus ik, de Lietse dwarsmoen, die je met elkaar, die willen wij ook net. Helemaal net. Helemaal helder? Nou, zat je hem kwartelijk lezen kent in het Fries Dagblad, staat erin van dat ChristenUnie de enige partij is die Wimon tasteert. Dus die, met name die van 15 meter, dus het Grijnse model. Dus daar ben je vlak voor. Eerst. Ja, we waren ze helemaal net nodig. Dus waarom zullen we die dingen opstarten? Het jouwt enorme afvalproblemen van de hele grutte. Die werken we net te recyclen. En we hadden daar als FNP, uw wetenschappelijk bureau is, maar had daar weer weinig onderzoek naar die in. En mij behelp van de moen zat hij er nou binnen en die nog komen in het provinciale plan. De hele Mouwplan? De hele Mouwplan, die hebben we gewoon nodig. Dan kunnen wij in 20 jaar kunnen wij in principe energie neutraal wijzen als Friesland zonder extra windmoen.
Justus, jij is helemaal net nedig. Hoe kent het dan dat er in de provinciale politiek, en ik bij de ChristenUnie in elk geval toch, waar sprake van is dat er moet een tast in willen zullen? Ja, dat mij net vreeg je. Maar, nou ja, blijkbaar vinden er gewoon mensen die vinden dat ze wel nedig binnen of in elk geval worden. Ja, nou, dat ben mensen. Ik denk dat het een achterhelle techniek is die we gewoon net nedig gaan. We kunnen hem heel goed broeken als een stukje oerbrugging naar een nieuwe vorm van de energie. En ik denk dat we daar meer fase achter zetten en in de tussentijd met zonnecollectoren onder de gang gaan en met geothermie, thermiek, dat we daar gewoon volle verder mee komen, ik op een lange duur. Waar ben je de Wolf voor dan, als ChristenUnie? Nou, in Scotland hebben we in de gemeenteraad van Kamerloon de Energy Challenge spelen. Dat is een spul dat is bedacht door een aantal studenten in Grijnswij. Als je zorgen wat er gebeuren maakt, dat we met zo'n energie neutraal willen zullen. Dat betekent dat in dat spel dat alles om kolom heen vol zit waar mij zonnepanelen bijvoorbeeld. Nou, en dat is iets, daar zitten we net op de wacht. Wie wil bijvoorbeeld geen. Joost is eigenlijk bij ze helemaal wol nodig. Nou, dat heb ik welk model je voor kiezen. Die megading staat ze bij Urkstine van 180 meter. Hey, daar ben ik net voor. Maar met name dus. Ja, maar windturbine techniek in het algemeen hebben we wol nodig. Ja, vinden we wol. En met name dus Lidskaal, het Grijnse model succes. En wij dan even een slag naar mij te kennen is. Wie zorgen wel een energiecoöperatie per dwarp? Dus dan zeg je ik wil wat Wiemoen neergaan. Het is echt goed voor de Mierskip. Nou, even die een correctie. Wij zeggen net Wiemoen ben net nodig. Maar wat wij nou gaan, wat we nou bouwen, dat ik een nog. Maar de binnen. Sorry, wil je een vraag uit de zaal? Of een opmerking, begreep ik dat? Nee? Oostbron hier de manier, stek er hoorn op, dan komen we bij jou. Er is nog capaciteit in de plan, maar er worden nog heel tijd, er zijn toch heel tijd onvragen. De dwarfsmoeden is er correct weer in aanwijst volgens mij een werkgeer, klopt dat? Dat klopt, het, ja. Maar dus er is wel verlet van en het zorgt voor Mierskip, die coöperaties. Ja, nou ja, in een coöperatiegedachte kan je ook een orenvormen van de energiewinning denken. Dat is op zich hartstikke goed. Maar net hier was zo'n ding in achtertuin ha. En dus dat jouwt toch de problemen die we overal bij zien komen bij plaatsen. Ja, dan kom ik even bij je, dan jou ook daar. Nou, het is ook als ik zei van, hè, we zijn nou eens buurland Duitsland, daar heeft de energiewende gewoon, het heeft 400 miljard kassen, de windmolens die daar stil, de bruinturf, centrales die worden daar weer opstarten, en dat komt gewoon puur van, we moeten weer zo onafhankelijk energie mee hebben. We moeten afhankelijk wijzen van waar. Zonnepanelen, sim is hartstikke mooi. Het levert een bak stroom op. Het komt door je binnen. Het energienet kan het nog net verwerken. Dus we moeten eerst hier waar ze met dat overtollige energie bijvoorbeeld de waterstof creëren kunnen. Dat we daar aan ze maar trok in en zetten. Ja, de thoriumcentrale, daar hebben we dadelijk nog even nog hebben. De waterstof-economie is weer een hoogpunt, maar er zijn al je technieken die het nog net helemaal niet ontwikkeld binnen, heb ik het idee. Maar jouw gedouwen. Nou ja, wij zeggen dus eigenlijk, en ik zit even als reactie op verder Brils, maar wij zeggen van, je maakt zo gauw mogelijk zien dat je van de fossiele brandstof al gaat. En als je zegt van, ja, we komen er uiteindelijk wel, dan dat vind ik een beetje te makkelijk. En als je dan jaren dat boeren zeggen van, wij willen wel zo'n wimoenen van nou, maximaal 21 meter hichten met de werking erbij. Die willen wij wel ha. Dan kun je net zeggen van, goh, meestal wonen het in de achtertuin ha. Want die boeren wonen wel ha. Hoe reageert het verder Brils met daarop? Ja, nou, wij zeggen daar een beetje dat het vermogelijk van kweer naar erger gaat. Er komt nou een lidsmoensje en hoeveel je weer maar te verder grutter moensje worden, dat zie je nou ook met de bestaande moen. Dus en ja, had je ze net nedig, ga je ze net nedig. Nee, maar het kan toch wel eens dat de definitie van wiemoenen een beetje verorert. Dit is een modeltje wat er heel creëert uitzucht op een plaatsje in elk geval. Ik zou net weten hoe het er hier in het loonskip zit. Ik heb hem net eens gezien, zelf. Maar ja, moet je zo rigide vasthouden om een oud model wiemoenen of een bepaald idee van een wiemoenen? Nou, vooralsnog houden wij daar wel op vast. Ja, ik ga naar Leo Sietsma. En sorry, ja, ik kom er zo bij. Ik stel Leo Sietsma of Griet eerst? Ja, wie stel eerst? Goed zo. Ja, zeker. Ik eis die rol op. dat is prima. Ja, ik praat liever even een beetje in de nabijheid, want Dom en ik hadden er al even over stoeit. Dat gaat door de thoriumcentrale. En ik ben wel nieuwsgierig naar innovatie, vind ik heel belangrijk. We stemmen als je al een nek van duurzaamheid en dat proces. Echter voeg die toch mij aan in deze discussie dat de thoriumcentrale naar onderzoek net jaren als 2050 enigszins uitvoerbaar is. Het eindproduct van thorium is om te zetten naar uranium in verkeerde handen. Dus is een bedreiging ook voor de volksgezondheid. Daarmee wil ik erop wijzen dat wij een enorme goede deal gaan sluiten dit
Joert is bekend worden in een regio-deal. Jerrewijs in te zetten op duurzaamheid en veiligheid voor is only year. En ik denk net dat iedereen hier in deze omjouwing een thorium centraal achter in de tuin wil hebben. Dank u wel. Even kwaad reageren? Nou ja, we kennen er wel op ingaan hoe dat al je technisch al je in elkaar steekt, maar dat ken ik jou, dan word ik het op, Jan. Wij willen gewoon als gemeente dat we het bespreekbaar maken. Dus als je niks bespreekbaar maakt, komt dat nooit wel. Ja, maar is het meer een heel ambitieus en mooi project dan dat het echt een oplossing is voor energieproblemen op een kwart termijn? Vorige week, ik ben er al terug Den Haag, ik al, er komt waarschijnlijk komt er gewoon weer een kerncentrale bij. Omdat, zou het wel zijn, een weersel van onafhankelijke energie. Wij kennen het nou in Nederland dan net, alleen maar zonnepaneeltjes of maar een windmolentje, kennen wij dus net voorradig hier. Dus we kunnen zelf wel voor de gek houden. De eerste optie wat u betreft, dat droppen wij altijd. Zolang dat we nog gas hebben, dan maken we de gebruik van maatje. Dat we er maar minder in moeten, daar ben we natuurlijk voor. Maar we worden net verplicht van gas af. In hoeverre leidt die taak eigenlijk bij de gemeente, Sietsma? Ja, dat is... Ja, we zijn maar lid, hè? Wij in Noord-Oost-Friesland willen even de hele wereld verorien. Dat merk ik wel op dit moment. Dus wij hebben maar een beperkte rol. Maar in die beperkte rol is toch heel wat dwaan. Het eerste wat wij steeds maken, en dat kan iedereen doen, denk aan je eigen gedrag. Het tweede, en wordt vaak vergeten, maar gewoon isoleren. De hoes niet isoleren, het smiet het meeste op. Het derde is de boerderijen, de pleertsen, die kunnen al die zonne-energie op en de boeren die willen ook wel. Dan moet wel de netbeheerders bereid zijn en geïnvesteerd zijn om die stroom uit te nemen. In coöperatiemodel? Hetzelfde, wat kind. En waarom net? Die lieten zin, die wiemontjes. Die Grings bin en het mensen of dwarpen die zeggen wij willen in coöperatie halen of een boer die wil daar geen probleem. Zou het een kwart termijn oplossing zijn of voor 15 jaar? Prima. Maar wij zijn tot nota en er komen hier een act net in steed om deze transitie van energie te maken. En daar ben ik van nooit over. Nee, maar Wolta-sting en moentjes dus, lietse moentjes wat jou betreft. Absoluut. Helder. Heb je een vraag in de zaal? Klopt dat? Ja. Ik ben Jaap van der Pol en ik heb een vraag van de heer Breusma. Wil hij de vraag van jou ook in baan, wil hij dat de boeren willen, binnen dit wollen dingen op het erf hebben willen? Die vraag in baan, wil hij? Ik kan net van die boeren praten, maar ik neem hem wel van wol. Zeker dat er subsidie op zit. Hij kan net uit zonder subsidie. Ik weet net dat het Lietse Moensje uit kan zonder subsidie. Zit ik SDE-subsidie op, neemt mij? Wel dat ik Rutte Moen vaak net uit kan zonder. Douwe, heeft er een opmerking nog? Ik kom alleen maar dichtbij. Nee, want die Wiemoensjes, die kost je tretje een heel 1000 euro. Daar kun je ook nog wetterstof mee opwerken. En die smiet er 30.000 euro in dier, of 30 kilowatt uur in dier op. Dus ik denk dat je wel even goed naar schermate van dat kind. Want ik denk in de manden met alle oren zaken, ik denk dat het een hele goede oplossing is. En wat vindt gemeentebelangen er ook van? Gemeentebelang had altijd pleiten voor energie, duurzame energie en sowieso waar de mensen er beter van wordt. Wij zeggen altijd, het moet voor de mensen zijn. En die greens en mondjes? Ja, die moet er geen te lang werden, maar... Nog, ja. Wat is het simpele? He, de FNP zei, ja, wij willen dat net. Nee, maar je oordelen misschien willen worden wat het wel wil. En ik zou zeggen, jou die mensen dan de kans. En die boeren. Ja, Jelle Boerema van de VVD. Nou, het is met die energietransitie heel vaak in discussie. Heel veel dingen willen we niet, hè. Maar als je met die energietransitie, als je dingen niet wil, dan sta je echt met je rug naar de toekomst. Het gaat er juist om. We moeten aan de energietransitie en dan moeten we ook in oplossingen denken. Dan is het misschien die kleine windmolen. Dan is het, maar als je kijkt, hè, van gas willen we niet. Kerncentrales is lastig. Biovergisten zijn lastig. Zonneweiden is lastig. Maar ja, ik denk dat je juist moet gaan kijken, wat is er wel mogelijk? En zo'n windmolentje is mogelijk, een dorpscoöperatie is mogelijk. Nou, als VVD zijn we ook, die grote windmolens zijn we ook op tegen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk zo, je kan wel heel vast in je verkiezingsprogramma houden dat je altijd tegen windmolens bent, maar op een gegeven moment, je moet wat. Overal op tegen zijn is geen optie. Dan sta je nogmaals met de rug. Tegen de muur. Ook oh, sorry, ja. De rug naar de toekomst. Okay. Dus soms moet je ook schakelen en dan zijn inderdaad het Gronings model, is wat ons betreft bespreekbaar. Je komt een beetje linnen te steken, Breuksma, heb ik het idee. Echt provinciaal. Dat zou kennen. Maar ja, wat net nodig is, mij net del zetten. En dan krijg je wel al je... Iedereen zei het is wel nodig. Ja, nou, uw wetenschappelijke rier zei van dat het net nodig is. En ik wil nog even een hekje blieuwe zits, maar die zei krijgt van het isoleren. Nou, dat roept de ELP al zo'n debat achter me gehoord. Dus ik denk van... Mooi dat... Dit is het vierde debat pas, volgens mij. Nee, maar ik noem maar wat. Maar het gaat, er gewoon om, wij roepen dat constant, dat wij mee isoleren, daar moet je mee beginnen, dat is de basis. Je kan alles bewollen, windmolens is heel leuk,
Maar als je de warmte in huis houden wil, dat begint met isoleren. Dus ik ben blij dat het iedereen om herinnert dat wij dat ook altijd droppen. Ja, ik kom nou eerst even naar Alex halen. Sorry, ik kom zo bij die weer om nog. Even naar Alex Hazelaar, want die had je vast even door de bel. Ja, ik kan me er grotendeels bij aansluiten. Kleine windmolens bij boerderijen, een hele dak zonnepanelen. Eerst heel goed isoleren. En ik heb begrepen dat een boerderij, van die al te grote boerderij, dan genoeg energie opwekt voor 5 huishoudens. En dan is het juist het leuke dat dat in deze provincie dus behoorlijk realiseerbaar is, in tegenstelling tot dichtbebouwde gebieden. Dus dat moet je absoluut uitnutten en daarin moet de gemeente het voortouw nemen. Helder. Ik kom nog heel even om bij de gemeentebelangen. Ik moet van zeggen wat Johan Talsmeer zei, isoleren. Ja, natuurlijk ben wij wel iedereen voor isoleren. Maar we weten ook al hier dat het net iedereen past om zijn huis te isoleren. Dat deelt dit er net. Dus hoe zie je dat dan? Waar moet dat dan financieren? Nee, maar ik zeg, daar begint het bij. Je wil al je warmtepompen, dat kost wel 1000 euro, dat kan je meestal niet aan betalen. Dus de conclusie is, we kennen dan gewoon aan van gas al. Ja, we hebben de discussie goed aan de gang, dames en heren. Leo Sietsma. Ja, ik wil één ding even zeggen, dat is een grote frustratie. Er zijn boeren die hebben zonnepanelen en die willen leveren aan het netwerk. En die kan net leveren om het netwerkbeheerder net om kan. Ja, wat kan de gemeente daarom dan? Nou, die kan druk op hoe het hoeft nu op de provincie om het te regelen en ik vind het urgent. Rita Schaafstal. Nou, even op het punt inderdaad voor de mensen met een lietsere beurs, waar dit soort energietransities misschien heel duur. Ja, geldt voor elke maatregel, maar er net regelingen komen. Nou, je kunt processen omdraaien. Ik denk, je kunt direct overgaan dat mensen op die hun dak beschikbaar stellen, dat een energiemaatschappij de dak leasen maar en dat op die manier er nu uitwisseling is van kosten. Ja. Ik even met de ChristenUnie, Klaas de Jager. Ik wil toch nog iets opmerken, maar als we beginnen met consumenten in plaats van consumeren. Want je, hoeveel mobieltjes heb je thuis? Laptop, tablet, computers, televisie. Ja. Nog... Wanneer heb je de laatste gekocht? De laatste wat? De laatste laptop. Nou, dat is mobieltje. Mobieltje is ook al een aantal jaren niet. Mijn vorige mobiel ga ik vouwen hier mee. Hoe reëel is dat om te verwachten dat mensen een consument erin gaan? Nou ja, maar dat is in het algemeen. Wat de warmtepartij ik zei, van het is folie, zus, plastic, zo, verpakking, zus, verpakking, zo. Maar dat je wil produceren, weer vervoerd, weer jongens naar de pakket- en couriersdiensten, is heel lang te vol mee. Omdat we dus al even internet bestellen willen. Ja. En ik wil dat direct gaan. Ja. En dan komen we weer op het isoleren uit. Ik ga een huiskart, zien jullie in. Ik moest 1800 kub gas in de hier verbroeken om mijn huis warm te krijgen. Ik ga voor een paar cent het huis isoleerd en ik ga nu 800 kub. Dus consumenten ken wel, maar ik wil mijn gas. Isoleren goed. Wat zei ze? Wat zijn jullie? Even hoe het geldt. Wat Braaksmaterjocht zei, net elke nieuw kan die isolatie, die kan dat betalen. En ik denk dat wij daar als gemeente een hele goede rol in spelen kennen. Er ook een soort van energiecoach om te stellen. En ik denk ook dat we een soort revolving fonds daarvan meidje maken, zodat elke in dat dwang kan. Regelingen voor burgers om energiezuinig te worden? Ja, ik denk dat dat nodig is, want net elke in kan dat betalen. Dat het werkt is, ben ik mij al eens. Wij huis hoe ik onlangs behoorlijk geïsoleerd. Zonnepanelen en we broeken dan een 400 kub, dus het kan wel. Jouke Douwe. Ja, we zijn krijg net injes, maar je bent met wel helpbot oorinjes. Ja, ik ga even zo stingen. Want dat is zo'n revolving fund en mooi dat mensen dus daar gebruik van maatje kennen om dus die energietransitie mooi te maken. Vind ik een hele goeie. Wij zullen zelfs nog een stap verder gaan willen zien dat je uiteindelijk ook naar zelfverzinnend tak kennen. En dan heb je alle mogelijke middels nodig en dan ben ik het ook weer eens met de oren sprekers die zeggen van je mat natuurlijk isolerie, maar je moet ook een zien naar opslag. Soort wetteraccu's, het komt heel dichtbij. Wij kennen aasen misschien wel van heel groot part van het net al, wat Sietsmaak zei. En kunnen we mogelijk zelfverzinnend wijzen. En dan hebben we alleen nog maar een lintje voor het wetter in. Ik wil even naar de zaal. Ben er vragen in de zaal? Want ik liek mij dat dit de burgers ook nogal longeert. Regelingen. Heel kwad. Heel kort. Als ze het hebben over 20.000 euro voor een warmtepomp, en dan bedoelen ze eigenlijk 20.000 euro voor een energie-neutraal huis. Daar valt dus de isolatie bij. Het is niet alleen de warmtepomp, het is het hele concept wat ervoor zorgt dat na 20.000 euro ben je energie-neutraal. Het bloot wat 20.000 euro natuurlijk, maar oké, het totale pakket. Vraag uit de zaal. Ja, ik heb even een vraag aan mevrouw Schaafstaal, want die vertelde ze met een pertinente leugen over de thoriumcentrale. Het eindproduct kun je geen kernkoppen van maken. Maar wat wel heel mooi is, van de afgedamde kernkoppen kun je brandstof voor de thorium maken. Dat is een heel goed ding. Maar die thorium en die haalt dan ook, en de thoriumcentrale, als je die hier naartoe haalt, heb je hoogwaardige technologie, die zullen hoogwaardige bedrijven aanhalen. Dat is goed voor uw arbeiders. Ben er meer vragen in de zaal nog, op dit punt? Je voorhoorn. Oh, deze, ja. Deze minister heel lang. Ja, zeker.
Nou, het is net een vraag, het is een lietse opmerking over het landschap. Ik hang hier van een man die we hier van de moeder van dezelfde rust in Dokkum. Die dus, kreeg die hier na de oorlog, als die dan op een stelling stier, dan kon er nog heel veel zien, bij helder waar. En dan zei hij in het landschap 32 moen. Dus even om een indruk te gaan, ja, de tijd doen we in gewone moen vanzelf. Maar vlak na de oorlog, bij Dokkum op een zelder is, bij helder waar, kon je haast een Leauta zien, dan zei hij of zij in die hele cirkel 32 moen in het landschap. Nou, ja. Nou ja, en dat is gewoon een zoiets van, ja, zou wie het landschap doen? En stel je nou eens voor dat er nog eens 32 moenen staan zijn en dat ben moenen die van energie verzorgen, dan is er qua zichtbaarheid in het landschap dus net zo volle verhoren. Ja, maar er staan er nog wel volle meer, lijkt het mij. Nou, dat is even de vraag. Dus, maar dat zul je naar Utrecht. Maar dit is even een beeld van vroeger wie het landschap, wie, hè, als je zegt, oude schilderijen van de samenstreek. Ja, ze winnen er altijd al. Ja. En deze moentjes uit Grijns, die zoen misschien mooi passen in de landschap. Misschien is dit wel interessanter voor verwerderen deel eigenlijk, want die discussie had je vrij heftig geweest over wie moen. Hoe denken we daarover? Nooit wezen of mag ze toch misschien maar weer komen? Ja, laatste daarover. Als je die wimmoen, dat is natuurlijk, daar ben natuurlijk meningen over verdeeld, maar zinnenpanelen net. Dus al die boeren, dat die nou de stalen vol is met zinnenpanelen, die gaan veel langer mee dan die wimmoentjes. En ik denk, op den duur wat Jouke Douwers zijn, maar als je een opslag van batterij, op zo'n wetterbasis, dan kun je met een zonne, kun je meer dan met wind. Ik heb het idee dat je maar wel in de oplossingen denken. Wij hier als commissie tochten wij nog eens, is er net iets mogelijk voor particulieren om daarmee ook de doelen voor 2024 te halen, om het asbest van de dakjes uit te krijgen. Is er ook een particuliere variant mogelijk van asbest eraf, zonnepanelen erop? Is dat iets wat de gemeente dwang in de soe? Nou, er zijn vooral met partijen voor die bieren dat loon. Alleen dan is het net jouw eigendom. Dan krijg je de liefste vergoeding voor dat je die zonnepanelen, dat krijg je dan in Broeklingen op je huis en ook, of op jouw stal. En dan zou volle tier letten, dan worden ze uiteindelijk wel van jezelf. Ja. Maar wil de gemeente er een rol in spelen? Asbest er al en panelen erop. Dat kan gewoon door de dag. Ja, wel, dat kan zelf doen, maar hier in Bedaard en ik heb boerlieden die hebben al hier nog een asbestdakje erop. Ik leeuw net dat ze hem voor 2024 al hebben. Ik leeuw ook net dat we dat ooit lukken in Sanlitz tijdbestek. Nee, klopt. Nou, mag dat dan stimuleerd worden vanuit de overheid? Eventueel met een zonnepanelenverhaal erbij? Het wordt gestimuleerd vanuit de overheid, alleen met te meer mensen. Ah, maar nee, het is alleen voor grote clubs. Nee, maar er is te meer mensen om het gewoon vooral goed te krijgen om ze van het te draaien. Maar een Leedse dakje kist mij zelf dan, hè? Dus dan heeft het ook een aantal mensen. Volgens mij een Leedse dakje, die mee staat zelfs voor jou, gaan de meter met jezelf doen en daarna met het al doen leren. Ja. Nou, daar is niks mis mee. Ja, maar wat woon je? Nou ja, daar, op die kant de meters kun je zonnepanelen is er bij wie ze spreken. Ja, dat is mooi. Dat mag je inderdaad. Maar voor de gemeente, daar kan je even een stimulerende rol in spelen. Dat valt mij goed, dat helemaal hebben. Want een paneel van per 200 euro, hij je het hele dak vol te lezen. Zo kost je de dag van ineens van 52 euro per stuk. Boeren, maar direct nog wat een tatiekje. Het is ook inderdaad duurzaamheidslening, hè, met 1,5-2%, waar iets mogelijk is. En bovendien denk ik dat we als gemeente gewoon een sterke lobby richting het Rijk moeten doen. Om die regeling, dat 2024 alle asbestdaken weg moeten zijn. Dat die regeling, nu ze hebben er een jaar bij gekregen, is van 2023, 2024. Dat gaan we gewoon niet redden, dus dat moet naar voren geschoven worden. Wat mij betreft tot 2030. Dan heb je alle boeren, ondernemers, geef je een eerlijke kans om die asbestdaken te verwijderen. Goed, ik moet eens nog hier een vraag. Ja. Oké. Okay. Het is eigenlijk niet. Ja, eigenlijk is het wel een vraag. Sorry. Hoe investeren die en je nam er even bij? Ja, ik ben Kootje Klinkberg van de Partij van de Arbeid in de Dongerendeel. En even opstaan is fijn. Dan ga ik er ook bij staan. Dank u. Ja, graag. Nou, wat mij in de debatten opvalt, dat iedereen eigenlijk zegt van isoleren. En dan beperk je alleen maar tot de woningen. Terwijl wij als gemeente eigenlijk ook met mobiliteit, met gebouwen, met fabrieken te maken hebben. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken. Van isoleren is zo makkelijk. En er is ook een Friese strategie, energiestrategie aangenomen. Hoe denken jullie daarover? Wat net door de VVD gezegd wordt, dat de Bank Nederlandse Gemeente heel makkelijk geld kan lenen. Ook voor de energietransitie, dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Dus hoe denken jullie erover? Er kan makkelijk geld geleend worden aan
gemeenten om mensen te helpen. Maar er wordt niet gesproken over mobiliteit, over besparing in het algemene zin. Isoleren is alleen een woning. Hoe denken jullie erover? Klaas de Jager. Ik heb alleen wat OC, want vanuit mijn functie heb ik met de meid in de Tessa van bedrogen of organisaties of investeerders die gebouwen verhuren, die maken voor 2022 de verzorgen dat die gebouwen maximaal energielabel B hebben. Dus dat die een gebouw, wie huren als bedrogen een gebouw van XA en we nog verslijn van hey, wat is de energielabel nou? Die maakt in 2022 maakt die maximaal aan energielabel B voldoen. Dus zitten we op F of weet ik wat, dan maar als de wieder weer als bedroog zijn, de zwarje, of in combinatie met de verhuurder, dat dus het energieverbruik nee A of B wordt. Ja. Maar jouw vraag weer eigenlijk, ik het idee, er zijn regelingen voor gemeenten om energiemaatregelen te treffen. Maakt de gemeente er gebruik van? Wil de gemeente er gebruik van maken? Nou, het nieuws leidt, wil de gebruik van maken? Als dat nou zo is, dan heb ik zelf geen helder beeld ben, en dus daar geen antwoord op. Maar dat maakt dat, ja. Helder. Wil ik dit punt afsluiten? Nog één? Nou, er zijn nog een paar vragen. Ik kom er voor naar voren. Hiervoor. Meneer, wat is uw naam? Mijn naam is... sorry. Tegelaar. Wij zijn in Nuerus. En daar kees niks. Ja. Dit is alleen nog van mensen die een eigen huis hebben. Ja, maar dat lijkt mij dan toch een verantwoordelijkheid van de woningstichting... Van de verhuurder, die is eigenaar van het gebouw. En, ja? We hebben dus proberen om zonnepanelen op het dak te krijgen, maar dat mocht niet. Ja, dat is een lijkt mij een zaak van de woningstichting inderdaad. Heeft de gemeente daar nog een idee over? Mat die daar wat van vrienden? Ik ken daar wel wat in sturing, woonconvenanten en dergelijke, en daar werd ik wel wat aan dienen. Ja, de echte macht over de woningbouwvereniging had de gemeente Fortje in het verleden. Maar daar leidt een probleem en daar zoen je mijn gemeentelijke activiteiten, de lening die mevrouw Klinkenburg neemt, zoen je daar best wat aan kennen. Juist, helder. Nog één vraag, de allerlaatste op dit punt. Ja. Willem Sitsma. Ik weet dat de laatste jembol is het ingenieurstijdschrift. Er staat een publicatie van de TU Delft van de Maaitit. Dat woningen die te extreem isoleren binnen, vooral de moeren, dat er een schimmel ontstaat, een resistente schimmel, en dat wordt in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer. Ja, maar het lijkt mij een redelijk technische discussie worden. Ik leer net dat de deskundigheid hier aanwezig is om hier echt wat over te zezen. Of viel hier hem dat daarop? Ziet het maar nog even. Over het klimaat. Ik werk op squalen en bij isoleren, je ek ventileren. Absoluut. Het jet bij elkaar, dat is een combinatie. Zo zou maar een politieke slogan wijs ik in. Bij isoleren, jet ventileren. Ja, ik weet nog net hoe, maar het kan op een of andere manier net is mij. Ja, is dat er een idee voor, Johan? Hoe bedoel je? Ah, let ik maar. Jongens, we kennen hem net helemaal. Dank voor het voorontreden op dit punt, op deze discussie. Je kunt mijn plak nemen je voor. Ik wil even een kwartier, we kennen net helemaal omheen. Om de Zwarte Pieter discussie, ik wil hem zelf maar even onslingeren. Want niet correct is bekend worden, of voor de media is bekend worden, dat er een plakvoer is in Dokkum. Werd demonstreerd worden mij. En ik wil even een kwart bij de partijen los of ze tevreden binnen over de oplossing die het nou voen is terug de gemeente. Hoe denk je erover, Boerma? Ik denk dat iedereen het recht heeft op het demonstreren. Maar ik vind het wel ontzettend jammer dat dit nodig is. Want ik denk de Zwarte Piet, dat is gewoon een mooie traditie in Nederland. Eigenlijk moet je er gewoon vanaf blijven. Het is een kinderfeest. Dus ik heb wel grote moeite met die demonstratie. Maar goed, je hebt in Nederland het recht op demonstratie, dus verbieden kun je het niet. Maar je bent tevreden hoe de oplossing die nog voor is? Nou, ik zat vanmiddag even met iets anders, maar ik weet niet precies wat de locatie gekozen is. Als het niet een locatie is buiten het zicht van de kinderen, buiten het zicht van het publiek, dan vind ik dat een minst slechte oplossing. Hij is gekozen vlak boeten de Stadsvallen van Dokkum, heb ik het idee. Hè? Over bij het camperplak wordt het neemt. Ja. Nee, ik denk dat ze een prachtige locatie had, ze hebben met de camperstengel, maar de breigen omheen net in de Bennenster. Johan Talsma. Nou ja, bij u zit ik in het verkiezingsprogramma. Wat EOP NEF betreft, bloot gewoon Zwarte Piet altijd zwart. Want wij staan voor uw tradities, net alleen voor Zwarte Piet, maar gewoon alle Friese tradities waar we in ere horen. En wij vinden als EOP... Ja, je kent er net om uit, maar wij vinden de plak wat ze nou kregen in wezen nog een te mooi podium voor hun. Ja, ze kregen... Dus dat ben je net helemaal tevreden? Nee, ik ben net tevreden. Ik kies ervoor om even op een carpoolplak gewoon.
Goed, FNP, verder Breusma. Ja, wij zijn daar, dit is het minst uitkweerden. Wij vinden dat wij de Hollandse discussie hier in Friesland net hoeven te vuren. Daar komen we zelf wel uit. Ik denk dat was politiek, dus ik net met de kleur van Zwarte Piet bemoeien. Maar dat maakt de meerskip daar je mening over garmen. Ja. Maar het plak wat nou voen is, de oplossing die ze nou voen hebben? Nou, wij hier zelf de vakkar om achter het politiebureau op het even. Dat is een vierde voort is dat? Alleen het destijds een circus, heb ik begrepen. Dus daar kan je zich even heen. Leeuwen Sietsma. Ik vind op dit moment een prima oplossing. Wij vinden net dat de mensen een bennenfeest verstieren. Maar op deze manier is het aardig oplost. Aardig oplost. Griet de Schaafstal, hoe denk je dat erover? Ik vind het zwargelijk vanmorgen. Ik had het gevoel en het idee dat het ook escaleren kan. Wij vinden vanuit de PvdA dat veiligheid voor alles stiert. Ik ben 364 dagen in hier. Dit inderdaad is voor de ben. Dus ik roep ik echt alle partijen op die hierbij belutsen binnen op dat verdraagzaamheid en respectvol akkoord. Ja, maar nou de oplossing die de gemeente voert? Ja, het is een oplossing op dit moment, maar als het de meest galante is, ik hier het misschien wel lever oor, Sjoen. Wat is Sjoen? Hoe is dat herwold? Net op deze dag. Helemaal net op deze dag? Net op deze dag, nee. Helder. Alex Hazelaar. Het is een beetje raar hè, dat je recht hebt op demonstratie behalve op bepaalde dagen. Dat is wel heel erg raar. En het is ook geen kinderfeest, dat is ook flauwekul. Het is een feest georganiseerd door volwassenen voor kinderen. En het is dus ook aan de organisatie om te bepalen hoe ze daarmee om willen gaan. En ik vind de oplossing die nou gekozen is te gênant voor horen. Maar dat geldt voor alle partijen. Voor mij had Kick-Out Zwarte Piet ook niet hoeven demonstreren precies op die dag. Maar als ze dat willen, kun je ze dat natuurlijk niet verbieden. Dat is voorkomen dwaas. Dus van jou in het boetende steeds wel om geparkeerd worden, Matten? Nee, niet goed. Sorry, dat het hier net boetende steeds wel een tast in worden, Matten, maar gewoon binnen. Zoals het vorig jaar de bedoeling was, volgens mij, vlak om een hoekje, zodat je ze gewoon mee kunt nemen in het verslag van Sinterklaas aankomst. Helder. Jouke Douwe. Ja, wij vinden dit een maatschappelijke discussie, net een discussie van de politiek. Wij gaan wel over die meer waarder en vaardig is. En wij zeiden van de oplossing die nou voeng is, wij denken dat dat een heel aardige wijze kan. En wij hopen dat nooit deze intocht en ik nooit Sinterklaas, dat alle partijen elkaar eens een keer vinden en dat het dan takkend hier weer een feest voor elke nieuw wordt. Klaas de Jager van de ChristenUnie. Als je wat we net begrepen is, in Dokkum is net de landelijke Sinterklaas in tocht. Dus waarom men hier demonstreren, dat zie je. Want ook een tank van Hazema Boeten, Usloon of Friesloon, is twaar. En ten tweede, het is, als het volwassenen organiseren we het voor Ben, is het toch een bennenfeest. Dus het een bennenfeest blijven. Maar de oplossing die het nog voen is? Ja, dat is net oorst. Dus daar ben we dan tevreden mee. Nog één keer, laatste woord. Wat ik wel heel kwalijk vind, dat he, die meisjes van Kick-Out Zwarte Piet, die hebben van de week op pauw, ik weet niet of ik het zoen heb, had die ook uitspraken die in, dat ik denk van, moeten we als gemeente dat nog wel willen? De veiligheid, is dat er wel? He, doe jij je links en rechts, je ziet de mediaberichten wel, ultras van voetbalclubs die willen die rommel opzieken. Zo, en dat die meisjes daarin... Dat ben net uitspraken van Kick-Out Zwarte Piet natuurlijk. Nee, dat snap ik wel, maar het is geen reactie. Het is wel een reactie en het is een risico. En ik denk elke risico die moet je op deze sneeuwen gewoon net hebben willen, dus om die betreft opblazen. Ja. Goed, helder. Ben er nog vragen vanuit de zaal, hoor? Nog wat aan je kieken naar de discussie? Nee, clear. Weg met die discussie, Jerk. Sjoeg ik een gebaar. Dan sluiten we bij dit zo. Ik wil naar stelling 2. Even. Zien wat ik hier heb. Dat. Dit boek voor u nodig je. Jelle Boerema van de VVD. Hiervoor. Alex Hazelaar van de Waddenpartij. En Pieter Braaksma van Gemeentebelangen. En deze stelling is gebaseerd op het thema economie, voorzieningsbeheer, toerisme. En de stelling is dat we nu in een fusiegemeente binnen, dadelijks, die per 1 januari ontstaat, dat is een grotere bedreiging voor de voorzienings in de Lietse dwarpen dan de krimp. Alex Hazelaar. Nee, dat vind ik niet. Ik vind het juist een extra uitdaging. Omdat nu de afstand in de gemeente veel groter geworden is. Voor mensen die bijvoorbeeld voor een paspoort of voor iets anders van burgerzaak naar het gemeentehuis moeten. Zou je kunnen besluiten als gemeente, en wij zijn er heel erg voor, dat er loketten komen in bijna alle dorpen. Omdat je daar op een bepaald moment, een halve middag per week of zo, terecht kunt voor burgerzaken. En dat was misschien vroeger ingewikkeld, omdat er immers een van de drie gemeentehuizen altijd wel dichtbij lag. Maar nu is dat veel logischer, omdat je allemaal naar Dokkum moet. Maar dat is net meer een voorziening in een Lietse dwarp dan?
Nou, ik vind zo'n loket wel een hele belangrijke voorziening. Ja, maar die is toch net meer in het Lietse dorp? Die loketten zijn er nu toch nog niet? Nee. Nou, wie bijvoorbeeld een gemeente Hoes in Verwerd, die is er nou net meer. Nee, maar ik bedoel dus 40 dorpen. Dat moet in 40 dorpen een gemeentelijke voorziening komen. Ja, en ook een wijkagent wat ons betreft die daar. Okay. Weet je wel, een soort centrum, bij het MFA zou het heel vaak kunnen, of MFC. Waar je voor burgerzaken en gemeentezaken en politiezaken iedere woensdagmiddag tussen 2 en 4. Je wilt de gemeentelijke services in elk dorp importeren? Ja, precies. Okay. Pieter Braaksma, ik neem het rijtje, even ons. Volgens mij gaat dat helemaal net op, want de Rabobank had dat ook wel proberen. En dat is op laatst ook opgehouden omdat de mensen er net kwamen. Maar ik denk wel dat we een spriering over dit gebied hadden met van voorzienings. Maar de service vanuit de gemeente wordt denk ik aan Eckrutter. Zelfs rijbewezen die willen gewoon thuis bezorgen. Ja, dus we hoeven net meer erin. Die service naar beneden. Ja, dat is de service. Ja. Jelle Boerema. Ik denk dat juist de fusie van deze drie gemeenten een enorme kans is. Want het geeft de kans juist om tot behoud van voorzieningen. Want in ieder dorp voorzieningen, dat kunnen we gewoon niet betalen. Vroeger was echt het criterium nabijheid. Maar tegenwoordig moet de voorziening bereikbaar zijn. Bereikbaarheid. Kijk, en daar gaat het om. Maar als je in ieder dorp een voorziening wil hebben, ja, dat kan een gemeente niet betalen. Want de gemeente moet keuzes maken. Maar welke kans biedt nou een fusie? Als de drie gemeenten die komen bij elkaar, daardoor vervallen gemeentegrenzen. En als gemeentegrenzen vervallen, kun je veel makkelijker voorzieningen met elkaar delen. Dan kunnen een aantal dorpen uit twee vroeger nog verschillende gemeenten nu samen een sporthal beheren. En dorpshuis en zulke zaken. Dus voorzieningen kun je nu makkelijker delen. En dat moet, ja, maar anders wordt het onbetaalbaar. Bijvoorbeeld een dorpshuis is natuurlijk eigenlijk wel iets wat een dorp eigenlijk zelf hebben wil. Precies. En een dorpshuis, dat is inderdaad een goede opmerking. Maar als je ook bijvoorbeeld kijkt naar wat is belangrijk in een dorp, dan is eigenlijk nog een dorpshuis nog belangrijker dan een school. Want mensen moeten in een dorp een plek hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En het hoeft niet eens een dorpshuis te zijn. Het kan ook een jeugdhonk zijn of een gemeenschapscentrum. Als er maar voor de saamhorigheid een plek is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Vraag hier, Roer. Ik heb wat Robben in de zaal. Ik jou hier het woord. Eerste squallen en dwarrend dwarpshoes. Nou kijk, het is natuurlijk allebei belangrijk. Want als je naar het VVD-verkiezingsprogramma zei, er staat ook in, behoud van de kleine school waar mogelijk. Ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Als je boven de opheffingsnorm zit, dan moet je die school behouden in het dorp. Maar als je kijkt naar, laatst was een leefbaarheidsonderzoek, en daar werd toevallig gewoon opgemerkt dat een gemeenschapscentrum minstens zo belangrijk is als een school. Maar we moeten niet die discussie hebben, school of dorpshuis. Nee, die zijn in een dorp gewoon belangrijk. Ik ga eerst naar jouw cadeau, die hier is de vinger omheen. Ja, ik ben heel blij met wat je zei, Wud. Want ik heb de spriering van verzinnings en ik dwarpen. En ik weet dat in de dwarpen libbert van alles gaat naar Dokkum. Vooral dat we aanstaande een grote gemeente worden. Dus ik zou dus echt uitdagen willen om te zeggen van, misschien kunnen we daar nou ook een deal van sluiten. Om te zeggen van, wij zorgen hier voor de spriering van verzinnings. En we zorgen dat de dwarpen leefbaar en mooi blijven. Griete. Dan dat het tot nota dan misging is in de bestaande gemeenten. Want jouw inbreng in de laatste 12 jaar had dan te liefst west. Ja, ik zal net hoe jouw inbreng had, want dan kunnen we nog wel even verder. Want dan hebben we het ook over de zwaar die Jilt Wijgong is. Nee, als we het haar over de dwarpen, dan denken wij dat als je zorgt bijvoorbeeld naar NEF. Daar wordt nou over praten in Kolom, Glix, om te zeggen van nou, de sociale werkverzinning. We willen dat naar Dokkum gaan. Wij denken dat we. Noastergarten wij, want daar klopt helemaal niks van. Neef bleef gewoon in Kolom. Dat klinkt heel bars. Als er sprutsen wordt over centrale nijbouw in Dokkum, dan keer je erop uit dat je aanstaande ook mogelijk zegt van we sluiten de vestiging in Kolom. Had je hem zegt van dat doet dat net. Populistisch gedrag en dat gebeurt je weg. Je zit er weg denken te beweren die totaal net weer bent. Jo, wolle de grond aan dat die vestiging in Kolom nooit tegengeert als er iets in Dokkum centraal bouwt. Misschien gaat er in Dokkum wel dicht. Er is gewoon al praten dat in Dokkum nijbouwt en Kolom blijft open. De grafisch centrum is verkocht, maar dat weer eindig. En test en training gaat naar Dokkum. Maar Kolom blijft open. Dat moet je ook eens sprookjes vertellen. Ik ben heel blij met deze opmerking, want dat is ontnoot daar weer het oors. Dat hebben we hier al vaker door gehoord. Dus je probeert hier gewoon weer wat stemming te matchen. Dat is altijd wel helder geweest. Of je laat je net goed informeren. Dank u wel. Ja, moment. Griete, neem ik even. Ja, even naar de heer Boerema.
ik vind het ook gezellig in het dorpshuis en de kroeg, maar is het niet zo dat, dat de basis van onze maatschappij toch in het onderwijs leidt? En dat daar de vorming is en dat we daarmee verbinding creëren en saamhorigheid horen en dat we daarmee krimp kunnen gaan, dat wij onderwijs kunnen blijven bieden, ook in lietsere dwarpen en daarmee dan verder op den duur fijne mensen in het dorp kunnen horen voor in het dorpshuis? Jelle Boerema. Nou, heel mooi, mevrouw Schaafstal. U bevestigt ons verkiezingsprogramma. Daar staat gewoon letterlijk in, behoud van de kleine scholen in het dorp waar mogelijk. Inderdaad, de school is gewoon hartstikke belangrijk. Maar ik refereerde even naar een leefbaarheidsonderzoek en er stond in inderdaad, een gemeenschapscentrum, een dorpshuis of jeugdhonk is minstens even belangrijk als een school. Daar gaat het om. Ik wil even naar verder, Breusma. Ja, ze krijgt wat de suggestie een beetje wekt dat dorpshuizen dat die naar de stad gingen. Nou, al helemaal net. Ik denk dat de fusie eerst meer kans jouwt voor de dorpshuizen. En die zal zeker net naar de stad gaan. Sterker nog, de stad Dokkum is net in staat om een dorpshuis, een stadshuis, voor elkaar te krijgen. Dus de dorpen staan daar heel sterk in. Het tweede wat ik zeg ze wel, ja, Trump die hebben je net, maar fake news had het zo nu en dan hoor. Ik vind het toch een beetje suggestief, dat ben ik met de heer Braaksma eens. Er is helemaal geen sprake van West, er is helemaal geen sprake van dat de locatie Kolm tegenkeert. Een aantal dingen worden oorzetten. En waar ik nog even zijn, daar is bezuinig op zwarg. Nou, het is pertinent net weer. Leo Sietsma even tussen. Kom nog even maar even rond dadelijk, Jacques Douw. Even een vraag aan de heer Boerma. Hoeveel jullie de squal die je me horen? Volgend jaar gaat de squal in Rijtsum dicht. Hoe wil je me horen? Ja, hoe kent de gemeente dat eigenlijk? Op dit moment is het nog steeds zo, als je boven de opheffingsnorm zit, dan kun je een school openhouden. En wat zie je nou heel vaak, en er zijn nieuws een heel mooi initiatief van, dan ligt ineens het initiatief bij de gemeente, maar juist vanuit het dorp ontstaan er prachtige initiatieven om juist vanuit het dorp met z'n allen voor te zorgen dat die school open blijft. En daar moeten we ook naartoe. Niet altijd kijken, goh, als het moeilijk wordt, naar die gemeente kijken. Nee, er zit heel veel kracht, heel veel eigen verantwoordelijkheid juist vanuit het dorp. En als die gemeenschapszender is, dan blijft die school gewoon open, als je boven die opheffingsnorm zit. Nog even, meneer Louis Sietsma, die had recht verstaan van ik. Geen ben, geen squallen, punt. Dit is het. Als ze boven de trein 20 ben met de squallen, dan is er geen probleem. Onder de haven gewoon wettelijk een probleem. Ja, hoe kan de gemeente er wat ontdoen, Braaksma? Nou, je mag dan die normen doen natuurlijk, maar je kan er eens een keer aan denken om wel een squal op een dorp even te houden en je minder in Dokkum even te houden, maar daar ben je op stuit genoeg. Valt hij mij te marchanderen met die regels? Kist die regels boegen? Voor fake news prutsen. Dit kan gewoon net. 23 is gewoon de opheffingsnorm en dan is het gebeurd, Braaksma. En hoe zit dat bij de ChristenUnie? Want je wil eigenlijk net christelijke en je mierenskwallen fuseren litten om toch die dwarpskwallen mogelijk te houden, meidje. Nou, dat ben ik net met hoe eens. De leefbaarheid van dwarp mij ondersteunen kan en je zit met die opheffingsnorm van 23 en 12 kwallen binnen van elk tolven. Nou, dan zei ik van wol fuseren. Kom alsjeblieft wol samen. Ik kom nog even rond bij Jouke Douwer. Nog even reageren op het op die fake news. Ja, ik mag niet een opmerking maken over de squallen. Want we hebben in Dongerendeel hebben wij een visiedeel aan. We zijn van Sjönau, nee, dat je op het dwarpen de squallen niet meer hoort. Want wij zijn verantwoordelijk voor de huisvesting. En Sjönau dat je het aantal locaties mogelijk in een grutter plak dat we rondbrengen. En op die wijze kun je het yield ook verdelen. En dat bedoel ik ook maar spriering van verschennings. Over de zwarg hebben wij alle keren, de oude jaren, in Dongerendeel erom denken vervregen dat er yield net naar wat in het sociaal domein, wat voor het sociaal domein bestemd wie je. Dus voor de zorg, voor de jeugdzorg, voor de participatiewet, dat net alle jaar in die sociaal domein bestegen is. Dus mijn oren worden, dat geld, dat is oerbelun en dat is in de algemene reservegang en het is naar orenpatsjes daar gong. En dat bedoel ik mij van dat dit college dat ik tastingen had en wij zeggen dat maar volledig daar bestegen worden. Ja? Volgens mij de heer De Vries wel in de war, want we gaan met z'n allen afpraten in Dongerendeel en dan natuurlijk jouw partij hebben die roept altijd nee. En dat is verder net zo slim, want dat is altijd helder en duidelijk. Hè. Maar dat geld wat net naar de zorg ging is, omdat het op dat moment net nederig weer, is wel in voorziening van de dorp met de stad gingen. En wij gaan in Dongerendeel altijd zijn, de zorg is leidend en net het geld. Het geld is net al je naar de zorg te gaan, is de conclusie. Maar, ja? Boer, maar nog even. In aanvulling op meneer Braaksma, maar daar is natuurlijk ook een reserve
reserve sociaal domein. En daar is ook een groot gedeelte van het overschot naartoe gegaan om geld te reserveren voor nog slechtere tijden. Want je ziet, als je kijkt de druk op het sociaal domein, de jeugdzorg, we hebben veel meer extra geld nodig. Dus je zult een goede reserve sociaal domein moeten hebben. Dus dat is een geoormerkte reserve. Okay. Tot zover deze discussie. Vragen uit de zaal. Achterom. Lammert Dijkstra, ELP. Ik ga eigenlijk jaren keer verhalen van een van zeker het college Dongerdeel waar ik op praat ik in. De Oudroen 8 hier is er geen huisvestingsplan voor het onderwijs West. Dat betekent dus dat er West wie is op een andere manier gespreide kind. Is deze kind van werk zet wel eens kwaliteit, welke manier, welke wijk had overtallig leerlingen, welke maar dicht. En nou is er zeg maar een squalle in twee terpen kwam. Terwijl men wijs van spreken, ergens door je er een squalle wolt of in het dorp. Dus nou, dat betekent 8 jaar geen beleid. En dat vind ik verrekte jammer, want dan zitten we eigenlijk de fouten straks op te lossen van iets wat 18 jaar gebeurd is. Vind ik jammer. Ja, meneer Eusma? Nou, er is een huisvestingplan. En in dat huisvestingplan staat zelf dat er in de Trije Terpen een huis. Joskootje van nee? Nou, dan ben je waarschijnlijk oors. 8 jaar lang volg ik nou de politiek hier in Dongerdeel. Er is 2 keer een voorstel West wat op tafel. Is afblazen. Er is geen contact West. De wethouder had in de lijst, in van de lijst vergaderingen zijn. Oh, ik ben net op de hoogte dat er wat komt in Trije Terpen. De pionier. Hoogelijk verbaasd, daar ben je zelf bij. Dus praat je me alsjeblieft en dat er nou een plan leidt. Leidt misschien een plan straks wat er nog komen mag. Maar Arun 8 jaar af zonder plan zitten. Nou, ik denk daar ook zo hoor. Maar... Ja, jouw plan op tafel is er net. Ja. Er is geen plan, wel een plan? Er is wel een plan, ja. En dat Trije Terpen verhaal is er in mijn naam? Ja, dat daar al een jaar heel breek rond is, ben ik mij jongens. En dat hier zei ik net maten. Dus dat ben ik de eerste die dat daar houdt. Maar dat wil net zeggen dat er geen planologie is en dat ik net mijn alcoholijn werd. Want dat is wel het geval. Oké, helder. Nog hier een opmerking, Droer? De gemeenteraad, die moet zo'n plan goedkeuren. Dat is niet in de gemeenteraad West. Dus had je nog steeds een plan, ja, dat lijkt misschien met je FNP, met jouw wethouder op de tafel, maar niet bij de gemeenteraad. En daar je het te komen. Punt. Nog een vraag. Ja, even een jongen graag erbij. Ja, ja meneer Jongsma. Ja. Er werd heel praten over krimp, squalen, dergelijke, dwarshozen. Nou, van squalen had je volgens mij gewoon bijen nodig. In de meeste gevallen had je eigenlijk ouders nodig. En de ouders zijn weer handig van de keer weer naar het dwarshoes staan, vrijwilligers doen, et cetera. Hoe houden je de mensen hier? Ik ga zelf op Oosterhoes zitten in Dokkum, als je een heel prettig van mijn oude klasgenoten go voor te studeren en wat dan denk ik. Maar heel prettig, die wen je net meer, kom maar net weer waarom. Look voort. Hoe hoor je de hoogopgeleide hier? Nou, net alleen dat, maar gewoon mensen. Je hebt gewoon mensen nodig om verschillings hier te houden. Dan kun je zeggen, Noord net goed, weet ik veel wat. Maar zwaar je van je meesten gaan houden, hoe zit men daar zijn jongen? Hoe horen we ze hier? Pieter Braaksma. Ja, nou ik ben het helemaal met jou eens. Dat is denk ik een van de eerste opdrachten om te zorgen dat het bedrijfsleven zo goed mogelijk stiep hebben. Om de mensen hier te houden. De bedrijven die we hier heel goed faciliteren. We hadden jongen het krekbericht gekregen dat we de regio deal daar wezen te krijgen. En ik denk maar een bouwcampus en technische campus. Dan komen we ja, want dat is 24 miljoen voor Noord-Friesland in totaal, als ik het goed weet. En we hebben zelf als gemeente, maar mag ik praktiseren, als gemeente en bedrijfsleven hebben we echt al 30 miljoen. Uit die regio-deal? Nee, dat had het bedrijfsleven en de gemeente al bouwen. Oké, duidelijk. Dus dat is 54 miljoen om op dit punt te investeren? Op dit punt in Anouk-verbond, ja. Hazelaar, jouw binnen was net zo voor bedrijven en in ieder geval net voor Grutte bedrijven. Nee, maar ik moet het altijd goed uitleggen. Ik ben heel erg voor werk en voor bedrijvigheid. Maar een beetje tegen grote bedrijven en terreinen. Ja, maar de terreinen, ja. Terrein, precies. Liever 30 bedrijfjes met 10 man in dienst dan eentje met 300. Het heeft ook met de infrastructuur. Ja, maar je hebt toch grote bedrijven en ook terreinen nodig, omdat het vaak inspiratoren binnen voor al je Lietse spin-off. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet per definitie een groot bedrijf te zijn. Het kan een innovatief bedrijf, een ICT-bedrijf, heeft heel weinig infrastructuur nodig en gewoon een goed pand. En de prettige omgeving om te kunnen fluoriseren, zal ik maar zeggen. Dus je moet... Floreren of fluoriseren? Ja, dat eerste was niet goed. Floreren is beter. met die innovaties zou je ook nog... Lichtgevend, ja, het is zo mooi werd. Maar serieus, je zou als gemeente veel beter in kunnen zetten op veel kleine bedrijfjes in plaats van gokken op één groot. Gebeurt dat net? Ik droom naks. En
wat je zei, dat is prachtig mooi. Wij stimuleren elk bedrijf. Dus als er iemand komt die alleen nog beginnen wil of met CMA is, natuurlijk omarmen we die. Wij ook leveren, of we kiezen maar 1 van 300 of 10 van 30, juist dan niet 10 van 30. Maar alleen nog, als er iemand groeit tot 300, zoals Probo bijvoorbeeld, dat is dat draait, ben we tegen geweest. Man. Is bedrijvigheid de manier om mensen hier te horen? Nou, om terug te komen op die vraag, ik herken de zorg wel. Want als je kijkt naar Noord-Oost-Friesland, we zijn inderdaad een geoormerkte krimpregio. Gebruik het woord maar één keer, want eigenlijk kun je wel spreken van Noord-Oost-Friesland is een kansenregio. Maar er zijn wel zorgen. En waar moet je voor zorgen? In ieder geval, als je mensen hier wil houden, moet je een vitale regio zijn. Een regio waar mensen wil blijven. Moet je dan zorgen, onderwijs en arbeidsmarkt, dat daar een goede aansluiting is. Innovatie en ondernemerschap. Dat twee zaken moet je goed investeren. En wat heel belangrijk is voor een regio, is een goede bereikbaarheid, een ontsluiting. Ik doe één voorbeeldje, de centrale as. Die heeft onze regio al zoveel gebracht. Als je alleen al kijkt naar Dongerenrail Dokkum, de vraag naar industrieterreinen in Dokkum is heel sterk toegenomen. Juist door die centrale as. Dus bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap. Daar moeten we op inzetten. En wat hier genoemd werd, die regio-deal, die biedt daar een prachtige kans voor die 25 miljoen. Snelwegen heb je fysiek, maar ook digitaal. Hè. Nou komt het project van Kabel Noordroon. Dat zal ook, denk ik, in uw gemeente dadelijk zal er een peiling ontstaan. Waarbij het 60% van de mensen in de boetengebieden onjaar maat dat ze daar in mei willen. Wil de gemeente daar nog een op een of andere manier stimulerende rol in spelen? Vind je dat enorm belangrijk? Dat vind ik enorm belangrijk, want dat is inderdaad de digitale snelweg, geeft het zelf aan. En de meeste gemeenten, vooral nieuwe gemeenten, die zijn ook aandeelhouder van Kabel Noord. Dus we zitten ook nadrukkelijk aan tafel, want wij leven als gemeente al een aantal jaren dividend in om de aanleg van glasvezel mogelijk te maken. En we hebben nu een planning gezien. In de stad en in de dorp. Ja, maar ook in het witte gebieden. En nu hebben we een planning gezien. Pilotprojecten ben je dat? Nee, in de witte gebieden in 2021. Dat is op zich wel jammer hoor. De planning is wat opgeschoven. Maar in 2021, dan is het gerealiseerd. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. Want dan zie je ook. Ja, maar dan moet eerst nog 60% van de mensen in de witte gebieden onjaan dat ze hem hebben. Nee, dat is een misvatting. Dat is voor heel veel. In Karspelen zag je dat bijvoorbeeld. In Tjechtel was het zo. Alleen wij zijn aandeelhouder van Kabel Noord. En dat geldt voor ons niet. Okay, dus we hebben een voordeel. Trouwens, dat geldt net voor het Wedderdeel, denk ik dan. Inderdaad, die is geen aandeelhouder van Kabel Noord. Dus dat wordt straks eventjes. Straks fuseren we. Ja, al het beleid moeten we harmoniseren. En dan moeten we dus ook gaan kijken naar Verwedderadeel. Ja. Hoe komt dat? Ja, daar vinden we een oplossing voor. Want dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld met de afvalinzameling. Verwedderadeel laat het via Ommerin doen. Ja. En wij als gemeente doen het zelf. Ja, dat zijn allemaal zaken die moeten we elkaar afstemmen. Maar ja, dat is inherent aan de fusie. Nog zo'n puntje. 60 en 80 kilometer op Lietse Diekjes. Ja, dat is me er ook een inderdaad. Kijk, dat zie je in In Kolmeland, in Dongerdeel zijn er ook verschillen tussen. Ik sta nog niet gelijk te zeggen, alles moet naar 60. Nee, want sommige wegen die zijn dusdanig ingericht dat je daar makkelijk 80 kan rijden. Dan kun je wel een bord neerzetten van 60 kilometer, maar dat is toch niet te handhaven. En dat is symboolpolitiek. Mat het wel geharmoniseerd worden, zoiets? Jazeker. Want het kan niet zo zijn dat je in het ene gedeelte van de gemeente beter af bent dan in het andere gedeelte. Nee, maar je kunt toch 60 en 80 kilometer diekjes hebben? Dat kan, maar als het wegen van hetzelfde wegentype zijn, dan zul je dat overal gelijk moeten hebben. Anders krijg je verwarring. Okay, helder. Ben een vraag uit de zaal op dit punt? Ja. Deze punten? Siebe Terpstra, ik wou weer terug naar die opheffingsnorm. Landelijk is het 23, maar de gemeente bepaalt daarboven, dus niet daaronder, zelfs een norm. Leeuwarden heeft onlangs bepaald, toen vooral Leeuwarden deel erbij kwam en veel kleine scholen, dat ze een stadsnorm en een plattelandsnorm hebben aangenomen. Hoe denkt u daarover? Wil Leo Sitsma daar even op reageren? Tot nota is het zo dat wij vereffenen dat. Dus betekent 23 is de opheffingsnorm, omdat wij de liete squalen al compenseren, maar de grutte van de squalen in de stad. En zo keer we de liete squalen nog reinhoren en dit maar weer horen, want anders gaat er nogal wat dwarp om squalen die gaat eruit. Op dit moment wordt de opheffingsnorm, of die normaal rekening tussen de drie gemeenten, die nou, dat werd 39. En als je al een squaltje, waar ik zelf directeur van ben, 33, die zullen net meer besteden kennen. En waarom kunnen die squallen besteden? Omdat wij het verrekenen, maar die grote squal. Ja, dus de gemeente boegt het al in zijn vorm dat de opheffingsnorm minimaal is? Tuurlijk, en dat mag je horen, absoluut. Oké, helder. Meer vragen uit de zaal? Ja. Deze meneer staat al heel lang, sorry Jano. Ja, oké. Okay. Het ging, Bosselaar is mijn naam, met Marm. Het ging al onder andere over het voorzieningeninfo in de dorpen. Een van de belangrijke elementen daarin is het sportgebeuren.
In verwerderde deel is destijds in 88 of een paar jaar eerder, daar blijf ik even af, is gekozen om de verantwoordelijkheid bij de verenigingen te leggen. De gemeente heeft zich volstrekt onttrokken aan de directe invloed, heeft gezegd, ambtenaren doen geen werk meer, de verenigingen, jullie houden de boel bij elkaar, jullie krijgen er een bepaald bedrag voor. Dat betekende toen op de begroting een halvering van de kosten voor de sport op de gemeentebegroting. Nou is mijn principiële vraag, zijn de politieke partijen bereid om die weg op te wandelen? Want op dit moment zijn er dus drie gemeenten met verschillende vormen. En het zou een heel goed ding zijn als je eenheid van beleid krijgt. Maar als je de voorzieningen in het dorp wil houden, moet je niet de keuze, in mijn belevingswereld althans, van Dongerendeel en Kolmeland maken. Want daarmee zeg je, de gemeenteraad heeft de regie en niet de sportverenigingen. En tot nu toe werkt het in Verwedderdeel fantastisch. Ja, een goede vraag. En meneer Brons gaf het net ook al aan, verschillen tussen gemeenten. Ja, het is een verschil. Verwedderdeel doet de vereniging het zelf. Dongerendeel, Kolmeland, is het onderhoud bij de gemeente. Ja, en dat is inderdaad de komende 2 jaar, daar hebben we 2 jaar voor, om dat beleid te harmoniseren. Dan moeten we gewoon gaan kijken als gemeente, wat is het beste voor de verenigingen? Wat is het beste om te harmoniseren? Welk model kiezen we? Kiezen we het model Verwedderdeel, waarin de verenigingen geld krijgen en het zelf doen? Of kiezen we het model Dongerendeel-Kolmeland? En daar is de gemeente nu mee bezig, om dat uit te zoeken, in kaart te brengen, wat het beste is. Daar hebben we 2 jaar de tijd voor. Ook wil. De vraag is of de politieke partijen zeggen vanuit ons partijprogramma willen wij dat ook als die ruimte er is. Want ik garandeer u, het is stukken goedkoper. Nou, ja. Ja, als het goedkoper is... Dan... Oh! Nou! Hoor? Ja, als het goedkoper is, dat spreekt me aan. Maar ik wil er geen waarde over geven. Hoor, want ik weet, in Verwedderdeel gebeurt het heel erg goed. Maar ik ken ook gemeenten waar verenigingen geld krijgen en dan zie je dat die verenigingen geld overhouden op het onderhoud en dan zie je in 5-6 jaar de kwaliteit van de velden achteruit hobbelen en na 7 jaar krijgt de gemeente een heel slecht veld weer terug. Maar ik weet dat in Verwedderdeel is het andersom, want daar wordt het beheer goed uitgevoerd. Dus dat is voor ons ook wel even een leermoment dat we zeggen, nou, dat Verwedderdeel-model is zo slecht of niet. Pieter Braaksma, je vindt er... Ja, nou, ik wil me verder wel achter die alles gaan. Het is natuurlijk zo, bij het aasten, of nu nog 3 gemeenten naast Nien, en het is de kunst om het beste van elke gemeente in te brengen. In de harmonisatie. CEO Derek nog, dit is een punt wat niet gebeurt, de 60-80 kilometer discussie. Bij binnen nog punten waar je van denken, nou, daar hebben we het zo gauw net ook niet eens misschien al. Nou, het valt mij, kom je er altijd uit. Ik kan wel even heftig worden, maar daar is helemaal niks mis mee. Een goede discussie kom je echt tot een goed besluit. Okay. Keizer, je voorhoorn. Ja, Pieter Braaksma die triggert nogal wat mensen. En met name uw nef. Het zit me heel heeg, wat je zei wordt namelijk. Want we hebben binnen de coalitie, de heer Boerenma kent dat Bahamen, hebben we een vrij pittige discussie over nef gehad. Daar leidt een brief van de directie, echt een brief, dat biedt Boerenma, dat eigenlijk nef van onbepaalde tijd hier beeld. Wat is onbepaalde tijd? De hele discussie, wat jouw gedouwelijk zijn had, er komt een heel nice centrum, komt er. Nou, wij meiden u daar wel zwaar genoeg. Pieter Braaksma, ik ben net klaar. Pieter Braaksma die zit hier te verkondigen dat het hier beeld. Hartstikke mooi. Maar geen dan ook even naar de mensen daar die er werken. Van een week kwam er een mem, die kwam goelend bij mij, omdat dochter daar werkt en dochter weet net bij zo'n tap binnen. Want dochter denkt dat ze naar daar komt gaan. En dan kan Pieter Braaksma een heel mooi verhaal horen, maar wijs dan duidelijk naar de mensen daar. Hoe duidelijk kun je daarin wijzen, Braaksma? Volgens mij heel duidelijk, want er is nooit aan het personeel verteld worden dat ze naar dat komt te moesten. Maar blijkbaar doen ze dat wel. Nou, wij gaan mijn vergadering met NEF, dus dan wil ik er wel met de directie bij praten dat ze daar expliciet bericht over krijgen in Kalm. Dat Kalm gewoon even blijft. En kun je daar een aantal jaren nog heen? Nee, een aantal jaren net naartoe, want het vertelde dat daar moet 4 weer echter. Ja, wat... Nee, maar hoe lang blijft het gemeentehuis in Kalm even? Hoe lang blijft daar hem even? Ja, want je hem suggereren maar iets, hè? Ja, maar wacht even. Wacht even, Braaksma. Keizer, had je ooit voor het zes? Hoe kun je die garage zo aan dan? Nee, bedoel, wij hadden in de... Je bent onderdeel van een zin, dat maak ik er even bij. Ja, nee, maar het gaat om die brief. Daar leidt een brief van de directie van NEF en het bestuur had het ondertekend. En dat is gewoon niet. Dat kan Boerenma behamen. Boerenma die gesteerd. Wat is dat voor brief? Dat onbepaalde tijd hier gaat. Maar wat is onbepaalde tijd? Dat kan mij niet hier met 2 jaar wel tegen NEF. En die mensen, het gaat erom... Nee,
Het gaat erom dat de mensen zitten in onrust. En dat is haar, Peter. Ik heb gezegd dat als zijn man bij mij komt en die zei dat, Jamie, dan geloof ik dat. Als die dochter, die zit in straat. Nou, dan het. Maar geen alsjeblieft duidelijk naar de mensen werken. Ken je dat wel? De mensen duidelijk meisje dat het... Onbepaald tijd is onbepaald tijd. Zo simpel is het echt, Bert. Alleen wij kennen ook geen garanties aan, want wij hangen ook van de Nederlandse staat al wat er binnenkomt. Maar wij doen het best om tijd te houden. Daar hoef je net door in te zetten. Dan moet ik eens, is er nog één vraag? Ja. Helder, mevrouw. Annette, Joostien erbij, dat is helder. Ja, goeie. Ik ga even een stukje weer om. Je had me wakker horen, bereikbaarheid en dergelijke. Maar hoe zit je met die openbaar vervier? Wanneer ze bedaard vliegtermen, er is ja. Geen enkel openbaar vervier. En men wil toch ook graag wel zien werken met dat. Hoe krijg je dat voor mekaar als gemeente, die busje weer redelijk en zo? Ken dat, op een of andere manier, Hazelaar? Zeuren bij de provincie. Maar Zeuren bij de provincie? Waar wil er zeuren bij de provincie? Ja. En dan moet je dus aan hun duidelijk maken dat je een betere busverbinding wil tussen alle dorpen. Lobbyen, dat ken je van een VVD en Roos Verloer, letters, zoen je zes. Nou, wat mevrouw bedoelde, dat snap ik wel. Want dat is niet alleen de plaatsen die zij benoemt, maar eigenlijk in heel Noord-Friesland heb je heel veel dunne lijnen. Dat wordt gewoon heel slechte bereikbaarheid in de dorpen. Je ziet dat bij de aanbestedingen wordt heel erg naar het geld gekeken. Alle dunne lijnen, dus lijnen waar eigenlijk weinig passagiers in zitten, die worden inderdaad allemaal opgeheven. Dus inderdaad, meneer Haasland noemt de provincie, dat is waar wij al moeten zijn. En ik denk ook dat we gewoon bij de provincie daar ook een lobby moeten neerleggen van niet alleen naar het geld kijken. Dus ook onrendabele lijnen, ondanks dat het geld kost, toch laten rijden. Want dat is belangrijk voor Noord-Friesland, voor onze regio. Want dan kunnen ook de leerlingen op een goede manier het onderwijs bereiken. Wat is er al rondieren op dat punt gebeurd eigenlijk vanuit de gemeente? Nou, wij zitten regelmatig over dit onderwerp bij de provincie aan tafel. En we hebben ook gezien dat we ook een aantal buslijnen zijn ook weer in ere hersteld. Maar, dat geef ik ook eerlijk toe, onvoldoende. Ja, dat we zijn, in die missie zijn we niet voldoende geslaagd. Nee, dat klopt. Dank voor de vraag. Ik heb woedens ronde. Oh, nou nog de allerlaatste vraag. Nog eentje. Jenno, doe de microfoon erbij. Ik ben Anna Ayema. Ik hier het eigenlijk nog even over de krimpregio. Je zei ze, we zijn een krimpregio en we willen je bedrijven hinnenhellen. Maar dat jouw geen garantie dat die mensen die bij die grote bedrijven werken, hier ook wenen gaan. Want het is juist nou ook dat een heel soort mensen die werken in plak A, wenen in plak B en die blijven gewoon reizig hier. Dus, en ja, als je in een krimpregio binnen, dan krijg je net zo gauw mensen meer deze kant uit. Wel misschien qua werk. Maar net qua wenen. Nou, er worden een paar dingen, moet zeggen. Er werken altijd nog meer mensen uit uw trije gemeenten in andere gemeenten als in uw eigen trije gemeenten. Dus dat luidt op brik. En wij gaan net zijn dat we een bedrijf in Hennehelje. Want dat is echt heel moeilijk. Ik ben al trije jaar er heel bot mee bezig. Maar Ingen slaagt het en u mag er trouwens nog heel niet komen. Dus ik denk dat je bedrijven die we hebben, de landbouw en de industrie, dat we die heel goed faciliteren moeten als die wat wil. Ook op het dorp, door de hele gemeente. Jouw is de kans. Punt. Dank. Trajelis Loekers, hier vooraan. Nog hier een thema te gaan. En dat is cultuur, communicatie, digitalisering. Dat hebben we niet gezegd, al even horen, bereikbaarheid. En media. Ik wil je graag hebben Leo Sitsma van het CDA, Jouke Douwe de Vries van Sin en Griete Schaafstal van de PvdA. De stelling hebben wij een beetje vanuit de mensen wij formuleerd. En die gaat als volgt. Het is onmogelijk elk hem zelf vertrouwt en kent voor jullie te litten als in de oude lietsere gemeenten. Het is onmogelijk elk hem zelf vertrouwt, elke inwender hem zelf vertrouwt en kent voor jullie te litten als in de oude lietsere gemeenten. Ben maar onder schaalvergrutting. Het wordt gewoon wat anoniemer. Ja, wij zitten van het CDA dat mag oppakken. Wij zitten ook net, dat mag net zozeer meer in de gemeente denken, maar wij zijn voor het dwarsbudgetten. Dat betekent jouw dwarpen wordt yield. Zwaar je dat stemmen die eigen zaken, drankjes, wat gemeenschap nodig heeft en zelf verbindt het maar al koor.
En waar ik een uitdaging in zie, is in Kolm. Je zorgt het dorpsbudgetten als een instrument om de verbinding te zieken met dorpen. Ja, maar net alleen dat. In Kolm is een dorpenfederatie. De dorpen moeten elkaar opzieken. Ik heb om voorziening in stand te houden. Ze moeten mij ook in contact komen. En als je bijvoorbeeld dat de korfbalvereniging in het ene dorp wil bestaan, kan die samenwerken met de andere korfbalvereniging. En dat het damesvoetbal ook bestaan kan als ze even samenwerken met het andere dorp. Na je verbindingen zie ik je. Rita Schaafstal. Ja, ik denk het gaat hier om identiteit. We halen hier dus eigen identiteit. Daar hou je natuurlijk graag om vers. Maar we hebben straks een prachtige, mooie, grote gemeente. Maar enorm volle kansen. Wat voor dus al direct verbinding kan creëren. En ik denk toch dat je met z'n allen net in anonimiteit verdwijnen. We horen toch onze eigen dorpen. Ja, en ik denk dat deze gemeente gewoon heel veel potentieel had. Wij voelen ons vanzelf thuis in... Wij in de gemeente de Maatjes Friesland. Net vanzelfs, denk ik. Want als je het HO 52 dwarpen in een nieuwe gemeente, hoe hoor je daar contact mee vanuit een gemeente? En ik denk dat je dan heel goed schermatten en er zijn lessen leert. Ook in Zuidwest-Friesland, daar werk ik ook. En daar zie je dus dat er een heel goed kennen beleert onderlezen moet, om te zeggen van hoe hoor je dat contact vanuit Dokkum, Kolm, waar wij dan maar vergaderen als gemeente hier. Dat is ingen. Maar ik denk dat de saamhorigheid, dat die vooral in het dorpen zit. En ik denk dat de verbinding ook in het dorpen zit. En wij denken ook dat de dorpsbelangen daar een hele wichtige rol in spelen. Maar ook bijgelijks andere verbindingen, zoals dorpscoöperaties, dat je die moet vormen. En dan moet er wat mogelijk wijzen. En dan zeggen wij, er moet een nieuwe dorpen en wieken voor ons komen. En er moet net een paar centen in zitten van een dorp. Er moet ook substantieel geld in zitten, zodat je grotere projecten ook in een dorp wel zetten kennen. En dat jouwt ook bij saamhorigheid. En moet ik ook het gevoel van, hey, wij gaan ervoor. En ik denk dat we daarop inzetten moeten. En daarom heb ik uw pleidooi correct ook van, zo net alleen nog naar de grote plakken, maar zo vooral naar die dwarpen. Want dat het daar mooi wennen bloot, dan horen we ook de meesten daar. Leo Sitsma, wil er nog wat aan tijd, Jack? Ja, ik wil zeggen, ik weet eerst in saamhorigheid hoe het niet heel te kosten. Hè? Want het dwarfsfeest doen we bij gewoon bij een boer in de score. En van een feestje gewoon zetten we een tent op een stuk Loondel. En de saamhorigheid is geweldig. Ja, maar dat is heel pleetselijk. Ja, maar hoe vielen we nou dadelijk Noord-Eerst-Frieslanders? Ja, ik denk dat het een proces is. We hebben in de tijd, we met even ophouden van het trauma van Oost, West, Dongeren in Dokkum en alles in het Dokkum. Dongeren deel in geheel, ik weet het nog. Ach jongen, een gedoe en het bleef lang, die sentimenten bleven lang hangen. En we zien nou, en wij, daar maken we uit. We moeten denken, dit is Noord-Oost-Friesland, de regio deel jou dus ook wat kosten. Wij met wat Oost denken en wat Markoor oplokken. En net meer steeds van dat is van hun en dat en bloedgroepen houden we op. En hoe krijgen we dan te bedoel ze via dat ze dat ook vinden? Nou, dat is gewoon een mindset. Dat zit gewoon in de hol. Dus ja, maar die dan te bedoel net? Nee, ik snap het. Maar het is toch een mentale kwestie en daar moet je overhinnen. Dus daar moet ze even nog hinnen, daar in dan bood. Ek. Rita Schaafstal. Ja, ik sluit me helemaal aan bij Leo. Het is een mindset en het is een proces. Een proces neemt tijd, cultuurverordening neemt tijd. Het zal lekker een cultuurverordening werken tot die Safir. Maar laten we elkaar vooral op kansen en op onze sterke punten elkaar opzieken. En een voldoende feit is het per januari. Ja, vanuit is Friesland wel en wij, had het dan even nog maar deel geert zo'n week raar willen dat hij op termijn ook weer ontsluit. En dan hebben we weer een oorveske shoot, maar wat is Friesland en als jongen weer kijken. Want ik denk dat het hartstikke mooi is hoe we hier met elkaar wennen en maar weer grutske bij. Duidelijk. En verder bij Oostma wil er nog wat een taaljekje van de FNP. Ja, ik denk dat je dit oorzoomtje aan kennen. Ik denk dat het een hele protocolse houdt in de gemeente. Er zijn twee trajecten. Het ene is het nieuwe democratie. Daar wil op een andere manier mee de basisplannen ontwikkelen. Daar past dat dorpen en nieuwe en wiekenfonds heel goed in. En ik denk dat omdat de gemeente groter wordt, het volle meer kansen houdt voor dorpen en voor wieken om dingen te ontwikkelen. Hoe denkt de ELP NEF eigenlijk voor Roemingskip in de grotere gemeente? Ja, wij vinden natuurlijk dat het een kansrijk gebeuren is in de eigen gemeente. Er zit natuurlijk genoeg kansen in. En zodat, verder dan zij, die potjes voor de dorpen, bij wij er net mee is. Want wij vinden dat er initiatieven willen komen uit de gemeente, dan is het recht goed om uit te achten. En dan komen ze bij de gemeente en dan kennen het ook. En dan hebben we het beheersbaar. Dat is meer controle dus. Nee. Minder eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar nou rent het altijd heel lang. Het meest komt bijvoorbeeld, wordt elke keer weer op waarom kan een picknickbankje gaan maken. Dan wordt het soms een hier. Maar dat kan binnen een week ik leren. Maar ja, denk je nou echt dat je dat ambtelijk apparaat even zo snel opspieden kennen? Nou, dat weet ik niet. Dat moet proberen. Als je het net proberen, dan weet je het net. En... Griet de Schaafstal.
Nou, ik denk dat de mensen heel goed de macht zijn zelf om hun organisatie in te richten. En der, dat er genoeg mensen binnen die daadwerkelijk wel de goede keuze in kunnen maken. Ik denk juist dat de route kwatter is. Als je de mensen hun eigen hield en het dwarpshoes jouw omdat u te Jan. Daarom ben ik voor afschaffing van OZB voor de dwarpshoesen. Creëert meer ruimte. En we hoeven net maar de mantel de liefde alles te bedekken en mensen hun eigen verantwoordelijkheid te ontnemen. Wacht even, dan maar we toch even een level playing field creëren, vind ik. Hè? Ik vind alles goed, maar kom even, stap dan even hier omheen, Gritty. Hè? Ja, dat vind ik uiteraard. Wel. Dat afschaffen van het OZB, daar ben ik dan wel, daar ben wij net voor. Want dat weten we, dat je me voor bent. Maar je bent echt voor je eigen meesken. En als je de OCB oorschaft, dan word je het ergens oor. Waarom heel je? Dus dat bieden meesken. Ja, voor dwarpshoezen alleen. Maar die te kwatten, hoe wil je dat oplossen? Maar dwarpshoezen creëren toch verbinding? Daar hebben wij toch misschien al wat verroer, of net? Ja, maar dat herkroegen en dat eetgelegenheid nek. Dus ik vind dat net normaal. Je hoort over een concurrentiepositie die ze innemen. Dat zit in jouw verkiezingsprogramma, dat je daar bang voor bent. Daar kun je een afspraak mee maken, toch? Ja. Die afspraken, dat weten we wel. In elk dorp, waar vroeger een goede kroeg was, die verdwijnen. En waar komt dat terug? Er komt oneerlijke concurrentie. En dat is het alles maar te krijgen. Als je de OCB afschaffen voor de dwarpshoezen, is dat oneerlijke concurrentie in oor. Ja, maar ja, dat is dan elke stimuleringsmaatregel naar een dwarpshoes of een oorvoorziening. Ja, die centen die komen dus net binnen. Die centen moeten er dus ook komen om het tekort weer op te lossen. Dus die centen die komen automatisch bij je burgers, bij de OCB omheen en dan is het weer klaar. Puntje roer. Ja. Aan het Terpstra, woon ze nogmaals. Ja. Nou ja, je had hier over, jij praat over een feest, hè, tent in het Weiland, weet ik het al jaar. Nou, we zijn dus in Woonswet, nog je 50 huizen, elke keer een groot dwarffeest, vier dagen. Heel uniek dwarf, mooi mienscape wat dat betreft. Maar wat gebeurt er? Het wordt al je steeds moeilijker maken. En hoe maakt Sanlis dwarfke om al die eisen voldaan? Ik bedoel, we staan echt de tent in Weiland, we hebben er al de wc-hokjes op riolering kennen. Nou, dat lijkt daar net namelijk. Dus ja. Ik bedoel, Sanlis dwarfke uniek is die soort en dan wordt je alleen maar moeilijker. Wat voor voeg heeft de gemeente om die regelgeving een beetje skipper je net? Ken dat net? Ja, ik denk dat de regeljouwing wel eenvoudiger kan, zolang de veiligheid net in geding is. Hè? Want er zit natuurlijk in mijn wettelijke kaders, veiligheid, dat mat. Ja, het gaat over verantwoordelijkheden. Het gaat over verantwoordelijkheden, je wil geen grote incidenten. Maar dit soort regeljouwing, maar op ondersluit op riool vind ik echt net reëel. Dus ik denk dat dat eenvoudiger kan. Komt het mij het Oud-en-Ei in Hallem bij je, toch? Ja, nou daar hebben wij van zo'n Sjönau eens even, dat gaat al tredje niet goed. Sjönau is dat je goede afspraken met je kinderen met de mensen om dags soks in stand te houden. En dat geldt dus ook voor Woonswet ook. Denk ik van, op het moment dat er goede initiatieven binnen en het rent al jaren goed, waarom zullen wij net als nieuwe gemeente de goede afspraken maar je moet met je kinderen om de dag zo ruim te houden en net al die regeljouwing erbij te lezen. Als het nodig is, vanuit een riek of weet ik wat, dan maken we daar goed aan zien, hoe kunnen we dat maar met elkaar oplossen en dat is dan een uitdaging en net een behinding. Nog even naar Pieter Braaksma, ja? Volgens mij had de heer De Vries van de week, burgemeester van den Berg, helemaal klem zet. Want hij er net deze vraag stelt, dan had het misschien niks losweest en hij trok in kennen. No verg je hem op handhaven. Maar ik begreep, je wil graag dat jeugd aan alcohol komt. Want daar gaat het om. En roken ben door. Elk dorp in deze gemeente moet zich daar aan houden. En je vraagt je erom dat Van der Berg even de eigen tegen doet. Oftewel is nieuwe burgemeester per 1 januari. Ik vind het Wiskansen. De Vries. Zet ik al zo, het gaat al tredje niet goed. En het had eigenlijk een functie. Het had eigenlijk een functie. En wij gaan vragen om Van der Berg, net meer als net minder, van wat zijn er mogelijkheden om dat oranje te houden. En hij had daarop reageren dat er mooi de jeugd en mooi de oren in Pateersoe om te zien of dat mogelijk is. En meer hebben wij net vregen. En als hij onjouwt van het kind net, dan is dat ook heel duidelijk, maar dan moet het ook duidelijk wijzen naar de jeugd waar het net kind. Hazelaar. Het vervelende van dit probleem is dat er iets gebeurde in Hallem wat eigenlijk niet mocht. En dan kneep je een oogje toe. Door het nu in de publiciteit te brengen, wordt absoluut gecontroleerd. Dus gebeurt er nu dit jaar voor het eerst in Hallem, wat jaren is goed gegaan, niet. En dat is ongelooflijk stom, en dat is een beetje de schuld van het zoeken van de publiciteit van Jouke Douw. Jelle Boerma, Orde, VVD. Nou, laten we gewoon teruggaan naar de vragenstelster.
Er wordt een evenement georganiseerd. Wat is dan de normale werkwijze? Er moet een evenementenvergunning komen en een veiligheidsplan. Niks mis mee. Evenementenvergunning, veiligheidsplan, die in met de gemeente. Maar wat zie je nu op dit moment? Je ziet een stukje doorgeslagen regelgeving. De gemeente dekt zich overal voor in. Komt bijvoorbeeld ook wel een beetje door zo'n drama bij de monstertruck. Hè? Goh, er wordt onmiddellijk naar de gemeente gekeken. Hoe ziet je evenementenvergunning eruit? Maar nogmaals, ik vind op dit moment wel een wat te doorgeslagen regelgeving. Wat ik mis bij heel het evenementenbeleid. Die vergunning, het veiligheidsplan moet er zijn. Wat mis ik? De gemeente geeft onvoldoende verantwoordelijkheid aan de inwoners. Laat die inwoners ook zelfs kijken. Die kunnen zelf ook heel veel. Want ja, maar hoe krijg je nou... Laatst bij een evenement, er was vier keer kwam er een toezichthouder. Dat is te veel. Vier keer. Ja, maar wacht even een vraag. Hoe krijg je nou de gemeente, jouw gemeente Safier, dat ze wol wat soepeler omgaan met de regels en hun net helemaal indekken? Nou, Moet je de gemeente meer risico erin laten? Het gaat niet om risico lopen. Wat ik zeg, je hebt een evenementenvergunning nodig, veiligheidsplan, daar staat alle regels keurig in omschreven. Maar die regelgeving, je moet niet doorslaan. Je moet ook een stukje vrijheid en ruimte geven om iets te organiseren. En dat mis je wel wat. En een stukje eigen verantwoordelijkheid. Ja, FNP had je nog net wat doen zijn. Nee, nou, ik ben in mijn dienstig beroep zelfs veiligheidskundige. En mij hebt denk ik wat door zissen. Je moet een bepaalde minimum eisen stellen gewoon, want anders ben je kijk naar dit wanneer. Ik vind het een beetje populistisch wat de heer Boerenman ook doet. Juist in zijn gemeente is het rosloeg. Ik denk dat het juist in de gemeente Dongerendeel werk je wel als koffie met die vergunningen. Draait dat best goed. We moeten het best uit die drie gemeentes behalen. We moeten geen extreme dingen stellen. Maar als er een paar jongens misschien een tunnel aanvliegen omdat bepaalde dingen net handhaafd worden, dan krijgen wij wel de orders op visite omdat die jongens kalpeerd zijn. En dat mag ik net wel. Verantwoordelijkheid van de gemeente. Nog één keer, Jack Douwe. Nou, ik wil nog even reageren op Alex Haaslaar van de Waddenpartij. Want die schoot u in de schoon dat wij de publiciteit zorgt hebben met dit verhaal. En dat slaat dus helemaal werkelijk nergens op. Want er is dus vanuit het MFA zelf in Hallem is onder neetklokken lutsen. Omdat ze zijn van wij kennen het onder die nieuwe regeljouwing voldwang. Daar hebben wij op reageren, maar alleen nog maar de vraag. Om van den Berg, word je de meesten naar Shin, als het daarmee dacht het nog trok in kind. En meer hebben wij net vregen. Dus dan kun je wel heel makkelijk weer roepen van ja, dat ga je hem dienen. Nee, zij hebben de publiciteit zocht en daar hebben wij op reageren om te zien van wat is er mogelijk. Hazelaar nog één keer, nog kwart even Hazelaar en dan een vraag in de zaal. De volgorde klopt. Het is inderdaad het bestuur van het treffpunt dat heeft gezegd, we hebben een probleem. Maar door met een overgangsregeling te komen, wat mogelijk maakt dat onder de 18 jaar bier geschonken wordt, heeft natuurlijk een heel ander probleem. En dat is iets. Je kan niet een overgangsregeling maken voor iets wat wettelijk verboden is. Wij gaan vragen om te zien bij Van den Berg van Kenjo. Ja, staat dat al gong? Kun je daar iets van bedenken? Dat je zegt van git nog terug. Sanet, want die regeljouwing is er. Dan maar het oorgingen. Maar kom, zorg naar de mogelijkheden van een oorgangsregeling. Het had niks met alcohol te maken. Dat had ik wel met de meid. Kind het of kind het net? Dat is de vraag. Hiervoor. Je kunt heel even de stem. Ik trouwens, ja, maar ik heb een microfoon erbij. Hey, we hadden ik erg wel aardig stevig geloden. Maar de Vries die dat nu krijgt, alweer er helemaal. Je wordt hartzielig. Je gaat alleen maar om te vragen bemiddelen. En je weet net waar het om ging. Het ging net om knieën los te letten in een hak of iets dergelijks. Nee, die jeugd die zit daar om een glaasje bier. En ze roken daar ben. Dus de problematiek, je had het nog net. Je had de publiciteit zocht. Want je woont zo graag populair werd bij de jeugd. Nou, bedankt. Ik sluit dit punt. De meesten hadden net nog een opmerking op de zaal waar je komt op dit verhaal. Ja? Jan-Jaren van het Hoogverwerder deel. Wat ik dus, wat mij vernuverd had, is dat een partij die het nog net eens groen onder de voeten had in de nieuwe gemeente, nou hem al bemoeid met zaken die de andere gemeente omgeeft. Dus ik had zoiets, nou je had de publiciteit gekregen, maar je had er niks mee te krijgen. En er was gewoon een goede regeling. En daar komt de burgemeester wel uit. Dank u wel. Goed. Hiervoor nog hier vraag. Want dan moet ik naar het... En dergelijke weer. Ja. Mijn naam is Igna Verweda. Ik ben fractievoorzitter van de VVD in Verwedderdeel. Ik kan er iets over vinden, wat er de afgelopen 4 jaar gebeurd is. Ik ben het er wel mee eens met meneer Van der Tol dat inderdaad Zin niet weet wat er is gebeurd. Er is niet gehandhaafd al 4 jaar lang. En dat was niet in opdracht van alle partijen. Er zijn een aantal partijen die waren het daar niet mee eens. Maar goed, dat was een afspraak van onze burgemeester.
En ik zou heel graag willen weten van meneer De Vries wat u nou bedoelt met een overgangsregeling. Want dan ben ik het eens met de heer Braaksma. De jeugd mag tot een bepaalde leeftijd niet drinken en binnen mag er niet gerookt worden. Dus ik zou heel graag willen weten of u bier met water vermengd wil hebben of een halve sigaret. Of wat is die overgangsregeling? Want die is er namelijk niet. Okay, het mag of het mag niet. Het trefpunt zei het, er is een nieuwe regeljouwing in een nieuwe gemeente. En er is in de oude gemeente, waar je hem mooi verantwoordelijk voor wien, wie er wetjouwing of regeljouwing, werd er ook het al je wokkoe. En daar ga je hem niks van zijn, want je hebben dus de burgemeester dat gebeuren laten. De jeugd die gaat er echt van uit. De jeugd gaat er echt van uit. En nu is er dus een nieuwe regeljouwing en daarin de trefpuntje noemen. En dan zei je van, nou, maakt het dan nou voort een dadelijk stapje? Nou, en dat is de vraag. En net meer, het gaat net nog net over alcohol, want dan zie je daar goede afspraken om uit te maken. Het gaat daar namelijk wel om. Er is namelijk gewoon een wet. Een wet in Nederland die zegt dat kinderen onder de 18 jaar niet mogen drinken en dat er binnen niet gerookt mag worden. En als onze burgemeester via maar dan ben je ook toestaat, dan had je daar dus daarom hier niks van dienen. Daar heb ik wel wat aan gedaan. Dan mag u de notulen lezen. Want ik heb met nog een partij hier, heb ik altijd gezegd dat ik daar tegen was. Maar als de meerderheid, CDA, FNP, andere partijen daar wel mee eens zijn met onze burgemeester, dan kan u niet zeggen dat wij daar niks aan gaan. Nee, en dan maar dat hij niet in een stapje en daar vregen wij dus om. Het moet niet voor. In één keer stoppen, maar de burgemeester gaat weg. Snapt u? Dat is het probleem. Oké. Ik heb zo'n wat ik zo'n. Ja. Ja, volgens mij is die, ik had de meesten om Friesland, heb ik het action in je woord. Die meesten die zijn gewoon bezwaard. Ze kunnen het net handhaven. Want de jeugd die komt heel dronken aan en die gaat drinken en dan kunnen ze net in goede baan leiden. En daarom vragen ze als ze controleren je, dan gaat het mis. Maar het kan nooit. Want je kinderen net. Het is net de vereniging met regels. Nee, want je kinderen gewoon een landelijke wet, kun je net even zeggen van zo, want dan kom je min eigen net geloofwaardig op de kroon. Helder. Jenno, nog, nog geen vraag op dit punt of een opmerking? Laatste? Het was eigenlijk hetzelfde wat Jelle Boerema zei. De regels zijn teruggeslagen. En het was gewoon een afspraak met de meesten dat boeten alles rustig bleef maast. En dat binnen kregen ze zelf de verantwoordelijkheid. Maar als de gemeente, als nou die meesten in het dorp zelf de verantwoordelijkheid krijgen om ik dat feest binnen goed te regelen, dat gaan we in blije zelf ik gewoon. En dan gaat het hartstikke perfect. Dus ja, maar dan mag de gemeente dus het wetter en het is gewoon nice ziekje en dat liep het nergens op, meneer De Vries. Dat mag nooit meer doen. Ik wil dit punt afsluiten. Ik denk dat het wel duidelijk dat elke zijn idee er wel opwarm heeft intussen. Dank. Of ben er nog vragen op orenpunten nu de zaal? Op dit thema cultuur, communicatie, digitalisering, media? Nee? Dank u wel. Listloekers van PvdA, SIN en CDA. Nou, nog een algemene vraagronde. Binnen nog vragen die het lipje in het publiek. Dingen die er binnen ongetwijfeld dingen die het net onder water kwam binnen. Daar kom je net onderuit. We kunnen de hele problematiek van alle zaken net bespreken, uiteraard op zijn joenen. Maar er is nodig een mogelijkheid om algemene vragen te stellen. De hoop, nevens mij. Ja, dat is een vraag voor jonge gezin. Het gaat om leefbaarheid en werkgelegenheid. Maar we gaan nog een hekel om layout. Er is een goede verbinding van Drachten naar Emmen en er is een centrale as. Dus voor het wijnen in dit gebied en het werken 4A, wat het nou Drachten is of Zwolle of Emmeloord of Grijns, dat hoeft voor een gewoon jonge gezin geen probleem meer te wezen als ze hier graag wijn blijven willen. Wat nou wel een probleem is voor jonge huishoudings is van hoe komen wij aan een huis wat we betalen kunnen. En nu is mijn vraag, binnendrek ideeën om jonge huishoudings op een speciale manier te stiepen, dat zij tegelijk investeren kunnen, net een nijhuis bouwen, maar een oudhuis opkeepje, wat dat het 20% huizen die eigenlijk lang net klimaatneutraal binnen en ook net qua comfort bij de tijd binnen. En die dan dus asbest hebben of zo? Bijvoorbeeld een soort inhaalslag van jonge gezinnen van, en dat krijgt zijn 20 miljoen. Als je nog 1000 jonge gezinnen 20.000 euro subsidie jouw zoon
op voorwaarde dat zijn klimaatneutraal huis bouwen matten. 20 miljoen is het geld van de regio deal, wat nog ja, bijvoorbeeld. Ja, dat boven even nu, Jan. Maar dan investeren in klimaatneutraal huis, of zelf doen, of een oud huis keepje afbreken en nijbouwen, of een huis strippen, maar gewoon het van jonge mensen zeggen van, wij vinden het zo belangrijk dat die jonge gezinnen komen, daar hebben wij wel geld voor, en er is een hekleraar die had gezegd dat wijen, als er bijvoorbeeld 1000 jonge gezinnen in een regio wijen, smiet meer economisch op dan 1000 werkplakken. Dus de economische feedback. Maar wat kan de gemeente daarin budgetten? Ja, van jonge gezinnen. Ik ga krek al neemt het revolving fonds wat wij opstarten willen in kader van energiebesparing. Des hoe dit ik heel goed inpassen. We hebben ik alles, en dat is een periode al in, hebben dat een oader bracht, dat dit er net doorheen kwam. Dat wij zijn van de huizen die het Rode Wenningstichting uitkaft, uitstetten werden. Door die nou van een leadsbedrag naar starters en door daar een uitspraak bij en een steek subsidie, zodat ze dit huis helemaal opknappen kennen en energievriendelijk meisje kennen. Nou, dat soort ideeën leef je er helemaal, maar dat maakt ze weer in eigen gemeente verder handen voor het niet aanmaten. En bouwen in elk dorp naar aard en schaal als daarom verreken wordt. Ja, Leo, zit maar weer eerst nog even. Ja, ik vind hetzelfde. Het contingent wenningen, dat met flexibel wijze gewoon naar behoefte bouwen. Als je dat er in sommige dorpen 50 huizen tekeer ziet, Perelien en Nooien de schaarste. Dus er moet een contingent wijze wet met mijn school ook in. En wat we ook zien, tenminste ik zie het gewoon als leerkracht, dat er mensen verhuizen naar het dorpen toe, omdat huizen daar zo goed keer binnen. Daar kan maar 200.000 voor betalen en in het die regeling hoeft helemaal net. Nou, de light ecken, de markt doet ook zijn werk. We zien dat er een heel veel jonge zin in bepaald waar heen gebeurt, of die huizen kocht, omdat gewoon ze betaalbaar zijn. Ja, duidelijk. Dan nog, ja, kom dadelijk bij. Nou, eerst de gemeentebelangen. Ja, ik jij hier een nobel streven. Wij zoeken dat ik tijdje dat er op het dorp meer gebeurt, terwijl de huizen daar al net iets duur zijn. Maar ik kom product bij bedrijven, maar wij jonge mensen werken. En die willen net meer naar de dorpen te wijnen. Die willen gewoon in een stad waar meer bedrijvigheid is, waar meer faciliteiten zijn. Dus dat is gewoon zo. Ja, maar het is net zin op stimuleerd worden, toch, de gemeente? Nou, dat weet ik net. Wij vragen is mij altijd zwaar dat het gebeurt. Maar wij weten ook gewoon dat er al een bedrijf in Dokkum is die groen in Dokkum kocht had om eigen wennings te bouwen voor het personeel. Dus we gaan weer naar de tijd van 100 jaar erbij, de arbeiderswenning van de boer. Heel PNF. Nou, toevallig, ik heb het zal een oorlog maand in hek, maar twee verschillende soorten makelaars dan een keer hoe hetzelfde gewoon. Maar het grootste probleem, en dat hebben wij geen vat op, dat is de kostenkoper. Die moeten dit hier zelf financieren. Dus als je een huiskeer bekend van 12 ton, dan moet je 20.000 euro eigen geld inbrengen. Maar wat kan de gemeente daar doen dan? Nou, dat zeg ik, daar hebben we niks aan doen. En dat is het grootste probleem juist. Daarin hebben de meesten zin aan. Want het bedrag lienen is geen punt, maar het inbrengen. Maar ze horen al in Nederland staan natuurlijk. Ja, zeker. Nee, maar als je vroeger de bielingen kon, dan ging het makkelijker. Griet is Kaafstal. Ja, ik denk dat er ook een probleem ligt in opkeep van commerciële partijen, voor het uitbaten van huizen. Dan willen we recreatie en toerisme willen stimuleren, maar het is de vraag wat dat zal op deze manier uitzet met worden. En nog even een opmerking over dat jeugd voortloopt. Ik denk dat zo is. Maar ik denk juist dat de kracht leidt om gezinnen weer rond te krijgen. En ik ben van mening en denk toch echt dat gezinnen maar bij een lever op een dorp zich situeren dan dat hij in stad bleef hangen. Goed, Jelle Boerema nog even op dit punt. Heel kort, wij hebben ook heel vaak gesprekken met de woningcoöperatie Thuis Wonen. Want je ziet bij Thuis Wonen wel dat die hun woningbezit terugtrekken in de kleine dorpen. En dat vind ik wel zorgelijk. Want je ziet als een huurwoning leeg komt te staan, wordt die eerste koop aangeboden. Ja, en op die manier verdwijnen er heel veel huurwoningen in de kleine dorpen. En dat vind ik iets waar we als gemeente echt in gesprek moeten met de woningcoöperatie. Ja, duidelijk punt. Toch een liefst applaus voor Boerema erbij. Nog meer vragen uit de zaal? In het algemeen. Pietje de Graaf, zeg ik de hoorn opstekken. Wil je er even bij steken in? Ja, Pietje de Graaf, wethouder. Onder oren van cultuur. En ik ga Jenno Nijsmi. Dus die houdt er ook van. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe Jim denken over de cultuur in de nieuwe gemeente. Want cultuur is aanzien een verbindende factor, weet je met Rohan H. Het wordt een pijler van de leefbaarheid in krimpgebieden. Dus ik ben heel nieuwsgierig op wat wij rekken die kennen, want van mijn eigen partij weet ik het wel, maar van de rest. De FNP hoek net de vreugde dus. Dan ben ik naar Jouke Douwe
van zin. Ja, wij vinden het heel wichtig om de verenigings, de muziekverenigings, de toneelverenigings en alles te stipien. Wij hebben ook zoiets van, wij zullen heel graag daar een pot met geld bij willen. Want er wordt nu al wat stiepe joen om die verenigings, maar waar dat nodig is. En we weten dat er hier en daar wat krapte is, hoe daar wat geld bij moeten. Muziekskwalen kunnen op je stiepe rekeningen. Dus ik denk dat wij mijn koffie in kennen. Klaas de Jager. Nou, dat sluiten we sowieso jong, maar we willen een beetje breder lopen. Echt dus de echt dus Frieske en regionale sporten, daar willen we dus echt een stiepje en aandacht voor vregen. Alex Hazelaar. Ja, geldt ook voor ons. Een goede culturele raad, ik heb begrepen dat hij er wel is, maar ik heb er nog nooit iets van gemerkt de afgelopen 2 jaar. Dus dat hoort daar volgens mij ook bij. En juist om na de fusie lijkt me een hele goede culturele nota ook op zijn plaats. Want tot nu toe heb ik alleen een lijstje gezien van alle subsidies. En nog geen samenhang. Samenhang. Nou, laten we daar naar ziekje in de nieuwe gemeente met Sjenalm. Is er nog hier een vraag, Janno? Willem Spoels uit Haarlem. In het eerste blokje kwam zonnecollectoren te sprake. Hoe steekt men zijn oer zonneparken? En met name zonneparken op landbouwgroen. Juist. Ja, nou steken meerdere mensen de vingers op en ik vooruit, laat ik met het CDA beginnen. Ja, wij zijn het zien. We zijn de jure landbouwgroen mag daar net een opofferen. Er kunnen wel eens ongaarlijke plakken wijzen op bepaalde industriegebieden, dat zijn van der kind wel. Maar wij zijn net voor het opofferen van landbouwgroen voor zonneparken. Er zijn wel hele grote volle daken, die zullen eerst nog vol lijn kunnen worden. Ik kan me echt direct voorstellen dat er boeren binnen die een oren bedrijfstak daarnaast willen voeren. En als die vinden dat ze stroomboer kunnen worden, vind ik wel dat zij daar hun landbouwgroen voor maaien broeken. Daar hoeven wij net op die manier sturend in te wijzen. ELP, Johan. Net in een mooie landbouwgroen komen. Meningen hier nog, hoor. Ja, die ben altijd wel meningen. Maar... Nou ja, gingen de grootschalige zonnepanelenparken net meer dan die nou onvregen ben en de opbrengst van de parken die er al komt naar de meerschip. Maar binnen de daken is het nog niet vol, toch? Nee, maar die mag ik gewoon al je vol worden. Dat kan vergunningloos, dus niks meer. Mee. Dus meer energiecoöperaties op dat punt? Ja. Oké. Daar ben je mee eens. Ja, geen kostbare landbouwgrond opofferen van zonnepanelen. Als je alleen kijkt, de vraag naar voedsel gaat de komende jaren enorm toenemen. En bovendien, werd er ook al gezegd, er zijn nog heel veel onbenutte daken. Helder. Dames en heren, ik wil afronden. Had er net nog hele prangende vragen binnen. Het is kwartier voor zo'n beetje, dus ik hier beloof dat we zwier voor het zien en kleren. Nog één prangende vraag. Nog een prangende en nog één prangende vraag. Daar hebben we nog tijd voor. Tuurlijk, vanzelf. Ja, ik wil graag even naar het zien en meid zien. Ja, prima. Ik zal het tasje in. Waarom een man die in Kalm, hebben een prutte jet hoe we hol wat aan zee. Nou, van die jongens heb ik dan nog niks voor jet. Nou zit bijvoorbeeld echt erbij. Het is een heel mooi plan. Op zich, wat mij betreft, dat Sinterklaas morgen uit de boeren mee geld brengt, maar het voort er ook in. Maar dat zal wel net gebeuren. Als het geld beschikbaar is, of in ieder geval een groot gedeelte, wat gaat er eerder? Hoort aan zee? Of bijvoorbeeld, waarom is het mij een Rondiek, wat al 20 jaar leidt? Waar gaat het eerst in? Dit is even een puntje. Ik het helder, het heeft om een veiligheid te krijgen. En, ik vind het al heel mooi, maar wat gaat eerst? Ja, is het een keuze? Hovert aan zee of de Roenwij aan Woonswert? Nee, de Roenwij van Woonswert die leidt alle papier al klaar. Dus die wordt binnen kwart uitgevierd. En Hovert aan zee die had gelukkig jouw rek in de regio die ook 5 miljoen taskoot kregen. Dus daar ben wij tegen mijn naam. En je is moet het ene door net leren. Nog even over de Roenwij van Woonswert. Is dat tracé ook al helder hoe die precies komt te lezen? Nee, hoop, nee. Nee. Kan er nog enige discussie rond steken? Hoor, ik weet dat later een tekening, maar als er dan verbeteren wordt, dan maakt dat. Maar dat wordt gewoon oppakt. Maar dat hij er komt is helemaal helder. Ja. Dus dat is net echt een keus. Ja, het is wel een applausje werk misschien, hè? Hier roepen wij om ons wat. Ja. Je nog geen input op dit punt? Nee, hè? Daar hebben we wel uit ongeveer. Goed, dan wil ik afsluiten mij. Een 30 seconden slotboodschap, Maite Jan. En bij de gemeente is verkiezingen natuurlijk altijd echt. Ja, als je er net helemaal in zit, is het altijd een beetje moeilijk. Het is van, ja, waarin verschillen ze nou echt van elkaar? Dus wat is er te kiezen? Die boodschap boek mij aan voor de slotronde. 30 seconden nog voor elke listloeker. Om dat duidelijk te maken en die boodschap te Jan. Nou, ik denk als je hier zo de stellingen hoort, dan zijn er niet zoveel verschillen. Maar ik denk als je naar de VVD kijkt, dat is een partij die kijkt voor ruimte, vrijheid om te ondernemen en dingen te organiseren en een heel stuk eigen verantwoordelijkheid. Dus niet alles bij de gemeente neerleggen, niet alles opleggen door de gemeente, maar ook de inwoners, de bewoners betrekken bij je beleid.
Wat is wat jou betreft te kiezen, Braaksma? Nou, ik denk dat je die kiezen maar bij je best betuus vielen. En ik zou me voorstellen kunnen we, dat dat bij gemeentebelangen is. Maar, nee, ja, dat is net verrassend. Nee, ik denk, het gaat net altijd om een partij. Het gaat je op gemeenteverkiezingen volle meer om een persoon. En die maakt bij elkaar passen en daar hebben we er mooi. Het boodschap van Pieter Braaksma. Dan Johan Talsma van ELPNF. Nou ja, we hadden hier van jongen net te horen, maar ik wil het dan wel eventjes benemen. Drugs, het is een groot maatschappelijk probleem om samen te nemen. En dan moeten we zo even net versluiten. En wij als ELPNF willen graag de nul optie weer bespreekbaar maken, zodat het weer beheersbaar wijzen kan voor de jeugd. Zou wat zien kunnen, hoe komt dat? Want nou is zo, ze creëert. Je kunt het even wat tegenhouden, maar ze krijgt het. Op elke hoek van de straat in het kerk dat bedeeld. Maar nou is dat. Ja, nee, maar ho. Dat is weer. Het is nou gewoon zo van. Ze krijgt het, maar er komt nou in je bedel maar een kofferke. Ja, maar waar wil je heen? Wat is het te kiezen? Wat maakt het van dat we ELPNF kiezen? Krijgen we wolf geen drugs? We krijgen zero tolerance op harddrugs. En ik wil graag de nul optie bespreekbaar maken. Duidelijk. Verder bij Eelsma, FNP. Ja, ik wil het verschil eigenlijk net benadrukken. Ik wil heel graag dat we de komende treinen heel hier mijlkoor van deze gemeente een hele mooie gemeente meidje. En dan weet je hem dat bij de FNP taal en cultuur in goede handen is. Helder boodschap, Lewis Sitsma van het CDA. Ja, uw verkiezingsprogramma heet Samen Verder. Dat jouw tekkel aan dat we mijlkoor verder moeten. En dat willen wij ook wijzen. Wij willen verbindend wijzen aan alle partijen. En wij willen zorgen dat het dicht bij de mensen is. Een grotere gemeente, maar net zorgen dat de mensen verder van de gemeente als hier zitten. Maar dat de meerdere verantwoordelijkheden bij de mensen zelf komt. De PvdA, Grietis Kaafstal. Ja, ik sluit me bij een heel soort woorden al aan. We zitten inderdaad wel vrij dicht bij elkaar, gelukkig. Want we moeten straks machinaal in dit nieuwe proces ingaan. Dus ik hoop tot een fijne samenwerking erin. Maar samenwerking komen we verder dan als dat Waruzi-maatje. Dat is dus insteek. Sociaal sterk, nog zeker. Ben we er steeds voor degene die het meest neerder gaat. En daarmee in relatie tot NEF. Dat is je van Joenis toch weer even neer dat oren wakkeren. In uw filmpje van de gemeente Riesverkiezingen hebben wij heel duidelijk omgezien dat de Partij van de Arbeid NEF in Kolm en de Dokkum situeert wil horen. Alex Hazelaar van de Waddenpartij. Het kwam al even aan boord. Gaswinning. Op 4 locaties in de nieuwe gemeente wordt straks gas gewonnen. En ik zeg dit nadrukkelijk zo omdat ik er vanuit ga, gezien de huidige situatie met deze partijen, dat de gaswinning in Ternaat ook doorgaat. De Waddenpartij is fel tegen gaswinning, dus de gaswinning inderdaad moet niet doorgaan. En dat is ook nog geen gelopen race, zoals ook graag gezegd wordt. Of het argument wat ik vaak hoor, we gaan er niet over. Nee, we gaan ook niet over de salarissen van leraar, maar je kunt er wel tegen demonstreren. Dus we gaan er wel over. De gemeente moet zich actief inzetten om te verzorgen dat de gaswinning inderdaad niet doorgaat, want de veiligheid van de burgers staat voorop. Helder punt van de Waddenpartij. Dan Jouke de Oude Vries van SIN. Ja, we hebben van de jongen wij zijn van waar wij verstenen en daar hebben we zijn verzenningszorg en natuur en milieu. Ik denk dat dat heel duidelijk is en ik denk dat je dan schermatten van we hokken meesken stenen op een lijst. En ik denk dat wij een hele mooie lijst hebben, een hele soort goede meesken die de komende jaren een heel graag van je inzetten willen. En ik denk dat het dan om vertrouwen en vooral gaat en ik hoop dat wij jem vertrouwen krijgen. Dank u wel. En dat besluit Klaas de Jager van de ChristenUnie. Nou, we gaan een tijd in de van nee, democratie, wat houdt dat in? Minder achter het bureau en achter de tafel vergaderen en meer naar de burger toe. We gaan alle waars die middags vanaf 2 januari reserveerd om naar de meesten te gaan en we graag doen. Dus bij deze nul gezuid. En wij komen. En wie komen. Zij te Eén ding, net stemmen is het minste wat je dwang kennen. Boodschap van Klaas de Jager van de ChristenUnie. Nou, daarmee ben we aan het einde gaan van deze verkiezingsjoen, of dit listloekersdebat. Dank aan alle listloekers hier. Fijn dat je hem komen woont. Je hebt een druk schema met debatten. Dus er komen nog in elk geval nog Ian. Het slotdebat in de IJsherberg in Dokkum is aankom Mandy. Dat zal ik weer gestuurd worden door RTV NOF. René Koster zal dat presenteren. Dank je aan alle meiwerkers, of meesken in de zeel, meiwerkers en meesken in de zeel, alle publiek. Fijn dat je me zag. Nou, redelijk manmachtig wien. Volle zeel van de Joen hierin bedaard. Dat vinden we mooi. Alle succes bij het kiezen. De vrijwilligers van RTV NOF Bidderek Takom Waas die bij je. De verkiezingsdij, de jongens op 21 november. De Germay Omroep Friesland van 8 uur al. Reportages en een programma rondom de verkiezingsuitslagen. Ja, het boodschap is niet, zeg ik al, neemt terug Klaas de Jager. En daar wil ik me graag bij ons sluiten. Vooral al je stemmen
denk er nog even hoe naar. Leer het serieus in je omgaan en bepaal je stem gewoon omdat het kan. En bedankt voor de komst nog eens. Dag.